Lager kon ik niet zinken, man. Ik heb geen jank gehuild. Ik denk ik kom er niet meer uit. en uh, Geld weggegooid en, en, en ik zie naar mijn kinderen dat er niks meer mee deed. En ik ruim me zo om en ik zie een andere gast geld geven. Ik zeg, hier, hier heb je geld. Toen besefte ik, dit is een overval. De juffie met een buis. Jij dacht, kom op, man. Hey, vriend, doe doet wat met je. Nu elke keer als er een auto naast me rijdt... En, en die heeft geblendeerde glas, krijg ik dat idee. Als iemand op je afkomt rennen, krijg je weer die, die flashbacks. Wow. Dat dingetje. Nee, maar die, die. Heel lang, weet je. Ik weet niet wat het was. Bij heel lang. Ja. Leuk gevonden willen worden. Bij iedereen. En, en alles, maar ja. Dat, 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 ik weet niet, man. Het was toch een. Oké, okay, nou weg. Randoliek's Podcast. Je boy Fernando, a.k.a. Mr. Keeper Hard, Keeper en Welkom bij een gloednieuwe aflevering van mijn podcast Real Talk. Vandaag met een real legend, Najib Amhali. In the building. Yes, dankjewel man om hier te zijn. Hé, hey, tof om je hier te hebben, bro. 25 jaar in het vak. 25 jaar in het vak zo, dit jaar, man. Zo. Ja, is je lang, nog steeds dezelfde kick als je onstage staat en je staat je ding te doen? De kick, is, de kick blijft hetzelfde. De kick, de, de vijf minuten voor uh, opgaan, blijft uh, een soort van zenuwachtig. Gezonde zenuwen. En dan erop en dan het te voelen dat je een grap doet. Die lach komt terug, volgens mij gaat dat niet veranderen. Ja. Het enige ja. wat veranderd is, is dat je nu denkt. Oh, dan moet ik weer. <laughs> naar, zwollen moet ja. ik weer. Dat, dat is het enige wat. Maar goed, weet je, iedereen moet met een bus of met een trein ja. naar zijn werk. Ja. Dus dat is gewoon dan uh, het enige wat, wat, ja, wat minder is, vind ik nu in de loop der jaren. Maar is het, is het uh, hard werk? Heel eerlijk, het is heel hard werken. Ja, ja. ja, ja. Oh. Het is heel hard werken, maar. Ik zag het nooit als werk, omdat ik iets deed waar ik gewoon heel goed in was. En dat was gewoon op een podium mensen vermaken, met ze praten, hun verhalen aanhoren, mijn verhalen aanhoren. Dus die interactie. Het harde werken zit er meer in. Uh, denk, als je iets heel graag wil en het lukt je niet door andere omstandigheden dan je eigen talent, dan heb ik het over. Ik ben afgestudeerd als acteur. Dus mijn droom was. Ik ga in goede tijden slechte tijden spelen. Dat wilde je ook. Ja, ja ik, ik zag dat op tv. Ik dacht dat wil ik ook. Gewoon in series, in weet ik veel. Flikken, Maastricht, dat soort dingen. Ja. En daar heb ik toen een opleiding voor gedaan. Maar toen kom ik van een koude kermis thuis. Want ja, het was toch in het Nederland 25 jaar geleden. waar alleen maar werd getypecast. Dus je mocht een tasje bij iemand wegtrekken. Uh, je was de, de Marokkaanse jongen die slecht omging met. De buren. Weet je, echt typecasting. Ja. En op zich heb ik daar geen problemen mee. Want als je kijkt naar Amerika, zo zijn alle donkere uh, acteurs ook begonnen. Zouden zijn allemaal naar de, gangsters. Kijk naar de Italianen. Ja. De Italianen waren allemaal gangsters. Ja. Maar dat heeft zich wel ontwikkeld totdat ze nu wel. Andere rollen krijgen. En hier in Nederland is stagneert dat een beetje, heb ik het idee. Ja, ja. En nog steeds... Nog steeds uh, hoe kijk je er nu te tegen? Nou, kijk, ik, ik, doe, ik doe het niet meer. Ik, uh, ze, ze weten dat ze mij niet hoeven te bellen voor dat soort rollen. Kijk, tenzij er een verhaal aan zit, weet je wel. Er is niks mis met een, met een type gecaste rol. Alleen, we zijn zo veel verder nu in Nederland. En dat ziet... Nederland, euh, Nederlandse televisie- en filmmakers niet. Ja. Als je gaat kijken, 9 van de 10 films gaat over ja, euh, euh, ja, het zoetsappige gezinnetje. En, uh, weet je, er is meer dan uh, alleen dat. Ja. Als jij een film zou mogen maken, wat voor film zou je willen maken? Nou, ik, ik, ben, ik ben bezig nu met een kinderfilm. En, uh, die heet Galit en de Toversteen. Het gaat over een jongen die in een kansrijke wijk, hoe je het wil noemen... Een arm, in, ja, in, 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 in een wijk uh, leeft waar, waar iedereen het best wel moeilijk heeft qua financiën, maar qua werk... Mm -hmm. En die uh, wilde bijhoren. Want dit is nu wat je ziet met jongeren, die willen ergens graag bijhoren. Is het niet met je kleding, dan is het wel met je telefoon, is het wel. Dus dat uh, bijhoording is. Is van alle tijden, hoor. Want ik ken het van mijn tijd ook. Alleen in mijn tijd had je dan uh, New Balance. Dat waren die schoenen die je moest hebben. Ja, ja, ja. Alleen die kostte geen 600, 700 euro. Als ik ja. nu kijk naar de Louis Vuittons en de Gucci dingen, weet je wat. Ja, het is allemaal... heftig, hoor. Het is heftig. Ja. En in mijn tijd had je geen telefoon van 1000 euro. Weet je? Ja. Ik bedoel, een iPhone, was je hele weten. Een ja, en ja, ja, ja. dan was je gewoon blij dat je kon bellen. <laughs> maar nu moet je hem bellen en je moet kunnen whatsappen. En... Ja. Dus het gaat nu allemaal om steeds meer en meer. En het heel materialistisch. En um, ja, daar zijn we dus nu uh, bezig met het scenario... Nou, waarom wil je zo'n verhaal maken? Dat is wel echt een kinderfilm. Nou, ja, kijk, het, het begint bij kinderen om die bewust van te maken dat het helemaal niet stoer is om ja. hè, bepaalde uh, dingen te volgen. Het gaat er meer om dat je, wie, wie jij zelf bent. Maar je ziet gewoon, als kinderen er niet bij horen, worden ze gepest. En dat pesten, dat is ook al een probleem van de laatste jaren. Maar het is nu met social media steeds erger aan het worden, heb ik het idee. Ja. Weet je wel, je, je kunt iemand helemaal gek maken door een berichtjes te sturen of anderen op te zetten en dan. Kijk maar, als je iets post, uh, 9 van de 10 zijn leuke berichten, maar er zit er eentje bij, ja, die gaat helemaal los. Ja. Maar dan heb ik het echt over helemaal los? Weet je ja. wel, en ik denk van: had je mijn tijd niet? Als je maar... mijn tijd mij wilde bereiken, dan moest je een brief schrijven. <laughs> en, ja? dan hoop dat hij en dan moet je envelop doen, moest ja. je naar de brievenbus lopen. Ja. En nu is het gewoon één druk op de knop: ja. je komt bij Najib Amali terecht. Ja. Ja. Maar voel je ook zeg maar de noodzaak, omdat je ook een rolmodel bent om ook iets positiefs te kunnen betekenen ook voor de nieuwe generatie? Is dat ook de achterliggende gedachte? De achterliggende gedachte is dat wel. Alleen, ik weet niet of ik mezelf als een rolmodel zie... omdat ik nu 48 ben. Ik, ik zie wel rolmodellen in, 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 in jongeren... die, die meer jongeren kunnen bereiken. En dat zijn toch de, de, ja, de voetballers, de, de muzikanten, de rappers... maar ook de mensen die bijvoorbeeld nu waar ik heel erg uh, tegenop kijk... of uh, heel erg bewondering voor hebben... zijn mensen die bijvoorbeeld huiswerkklassen opzetten. Mm -hmm. uh, mensen die goede doelen doen. En, uh, en uit zichzelf. En niet om te zeggen: van kijk, kijk mij eens dit doen. Het is gewoon een ja, state of mind wat jou bewust maakt dat jij het hier in Nederland vrij goed hebt. Als we het hebben over uh, rechten en eten en drinken en scholing. Terwijl het in, in landen ver weg ja, totaal niet het geval is. Ja. Weet je, als ik het heb over de vrijheid van meningsuiting. Ja, goed. Dat slaat soms ook wel eens hier door, omdat mensen gewoon roepen: ja, maar dat mag ik zeggen, want het is vrijheid van meningsuiting. Maar hier kun je wel zijn wie je wil zijn. Ondanks je ras, je geloof, je, je, geloof be, 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 je beleiden. Als we kijken naar China, waar ik me de laatste tijd steeds meer druk om maak over de Oeigoeren. Ja, het is gewoon vreselijk wat je daar hoort. En het is het idee alsof dat één keer in het nieuws komt en voor de rest is het stil. En nu, toevallig las ik gisteren over dat ze te werk worden gesteld in, in fabrieken. Waar hele grote uh, uh, mensen, uh, hele grote merken. Misschien geen weet van hebben, maar ik heb het over een BMW, ik heb het over een Apple en ja. uh, dat soort dingen. En dan hoor je zo'n bericht en voor de rest gebeurt er helemaal niks. Ja. Terwijl het gaat om uh, bijna 1 miljoen mensen die in die kampen zitten om uh, heropgevoed te worden, ja. die hun geloof niet meer mogen beleiden. Ja, en dat vind ik gewoon hele enge ontwikkelingen, eerlijk gezegd bizar eigenlijk dat we soms in een wereld leven waar we geen weet van nee, uh, dat nee. er heel veel mensen het heel en, slecht ja. hebben ja en, en dat vind ik dan weer een pluspunt van het hele internet gebeuren weet je wel het, 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 het brengt de wereld wel heel ja. dichtbij ja. Weet je, vroeger moesten wij uh, stuurden wij een cassettebandje naar Marokko ik weet of jij die ja, ik weet niet of jij dat hadden misschien met Suriname maar ja. was een cassettebandje ja. en dat sprak je in ja. dat speelde hun af en dan hoorden ze onze stem en dan spraken hun weer op dat cassettebandje hun verhalen ja. in. Ja. En zo communiceerden wij. En dat deden ze heel lang ook, heb ik gehoord, met uh, Nederlands-Indië, de, de soldaten. Die deden het op een langspeelplaat. Oh, en, dan, ja. en, dan zeiden, ja. en dan kregen ze een langspeelplaat uh, opgestuurd en dan stond erin uh, ja. Dag moeder, ik ben heel erg goed. U, hoe is het daar in uh, Nederlands-Indië? En dan uh, kregen ze weer een dingetje terug. Dus zo ging die communicatie. Ja. Dus je was dolblij als je zo'n Pakketje vond met een cassettebandje erin, want dat ja. betekende nieuws uit Marokko. Want bellen was gewoon duur. Ja. Bellen was in die tijd gewoon, ja, was gewoon vreselijk duur. Ik weet nog, wij belden één keer in de maand naar Marokko en dan zat de hele familie om die telefoon heen. En dan weet ik nog, mochten we allemaal een cijfer draaien. Mensen denken draaien, ja. Vroeger moest je draaien. En dan ging die over en je moest al. Mijn vader zei, wat ga je tegen opa zeggen? Je kon niet zeggen, Hoi, opa, wat ben je aan het doen? Nee, je moest hem verhalen, want het was duur. Ja, je dus toen werd er heel snel gepraat. Geef, geef haar nou, nou die en dan die kregen we allemaal aan de lijn. En niet eens bij opa thuis, nee. De plaatselijke slager in het dorp was de enige man met de telefoon. Ja. Dus je belde daarheen en je voor opa Ahmed. En dan hing je op. En dan ging je opa Ahmed halen. En dan ging opa Ahmed wachten tot het belletje kwam. Wow. Ja, zo hoe zo weer de tijd was dat, ja. ja. maar ja. wel mooi. Aan de en, en hoe ben je nu zelf, met al die technologie? Mijn moeder wordt er bijvoorbeeld helemaal gek van ja, ze, ja het bellen en het appen ja. en dat ja. weet ik veel wat allemaal. Ja, het is nu. De wereld is zo dichtbij, het is WhatsApp. Ja. Soms ook vervelend, want nu bellen alle ooms en nichten met WhatsApp naar me toe. Maar ook met, met niks. Niks verhalen. Hey, hoe is het? Ja, ik denk, bel je even. Ja. Vroeger had je elkaar echt iets te vertellen. Nu is het, hé, hey, wat doe je? Weet je, ja. dat, dat is omdat het gratis bijna is. Ik denk, ja. als WhatsApp geld kostte, nou, de, hadden we betere gesprekken. Had je minder appjes gekregen? Had je minder appjes gekregen. Maar ik merk het aan mijn moeder, die WhatsApp nu ook. Ja. En uh, ze spreekt gewoon Nederlands. En, uh, maar het schrijven, dat schrijven is nu niet helemaal 100%. Ja. Maar ze zegt ook: als je dan iemand laat zien, die WhatsAppjes... <laughs> ga ik het nooit meer doen. Want <laughs> dan ja, schrijft ze: hoe gaat oh. het? En ik snap haar wel. Ja. ja. Oh, mooi man. Maar, ja. maar hoe, 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 hoe kijk je. Je je, bent je moeder. Van, hoe kijkt je moeder naar bijvoorbeeld. haar zoon die zo succesvol is? Ik bedoel. Ik, ik zei het aan het begin van. Ja. Je bent een, een legend. Een van de eerste comedians die. in de Ziggo-Dome stond. Ja, Ziggo Dome, dat, dat, ja, dat is. Dat is bizar. Ja, waanzinnig. Ja. ja, mijn moeder is. Uh, tot, tot. Tot ik zeg maar eigenlijk. Uh, want ik heb heel veel scholen niet afgemaakt. Ik ben begonnen met de. Met de automonteurschool. Dat wilde mijn vader heel graag, dat ik automonteur zou worden. Toen zei ik, waarom? Zegt hij, omdat we teruggaan naar Marokko. Ik denk, nou, hell no. Ik ga nooit terug. Tenminste, hier, dit is mijn land. Ik wil hier wat doen. Toen wilde ik kok worden. Toen hebben we met de schooldek aan proberen te switchen... En, uh, want ik zag altijd die leerlingen die kwamen langs ons... met allemaal gebakken en dat soort dingen. dan mochten ja. we kopen voor 10 cent, 50 cent. En ik wilde dat ook maken. Dus dat gesprek eindigde zo. Die schooldekaan zegt... Nou, dan uh, kunnen uh, je ja, de opleiding wel beginnen. zijn mijn vader, oh sorry. Uh, moet ook werken met varkenvlees? Zegt die man, ja, dat moet ook. Zei hij. Nee, nee, dat is een, kan niet. Toen zei hij, dan maar, kom. En stonden we op, gingen we weg. Weg, kokdroom. <laughs> maar je wilde echt een kok worden? Ja man, ik wil kok worden. Ja, dat was echt mijn... Uh, dat, dat zit in mijn hoofd. Wauw. Ik wilde kok worden en, uh, en toen had je helemaal ja, niet die televisiekoks en dat soort dingen. Maar gewoon echt koken en dingen maken. Dat leek ja. me gewoon waanzinnig. En hoe voelde het dan? dat dan? Als je vader gewoon jouw droom op dat moment... Ja, had... gewoon. Ik denk, ja, wat, hè, ba, wat maakt het dan nou uit? Ik bedoel, ja. ja. Ik, maar ja, in die tijd was het gewoon ja, nee en amen. Ja. En de band met mijn vader was nog niet zo heel erg... dat ik hem tegen kon spreken. Dat kwam pas later, helaas. Twee jaar voor zijn dood. Dat ja. ik echt dingen tegen hem kon zeggen. Wat maar zei daarvoor, je dan? Wat zeg je? Nou ja, mijn vader had ook... Uh, ja, kijk, de... de, de de, de, de verslaving zit een beetje in in in, in, de, gene, in de familie, aan, aan de vaders kant. Mm -hmm. Dus dat is een dingetje. Mijn oppergokte gokte bijvoorbeeld, wist ik nooit. En mijn vader dronk. En hij had nooit een kwaaie dronk, maar een goede dronk. Maar ja, toch, drinken is drinken. En mm hij -hmm. uh, rookte, rookte af en toe joints. Dus dat, uh, ja, je ziet je vader dan dronken worden, en dan wil je toch zeggen: hey pa, doe rustig of wat dan ook. Maar ja, je bent dan nog, weet ik veel, 16, 17 en dat is. En vooral in mijn cultuur niet gebruikelijk om je vader tegen te spreken. Mm -hmm. Maar ik denk, vaak had ik het nou eerder gedaan. Weet je, had ik hem misschien kunnen behoeden voor iets. Maar dat is natuurlijk allemaal achteraf altijd. Waar is hij voor willen behoeden dan? Nou ja, voor de gevaren van alcohol natuurlijk en van, uh, van, uh, van, van roken. Ja. Want hij is gestorven aan een, uh, aan een hartaanval. Hij had een kunstklep. Hij had hartproblemen. Hij heeft heel lang gewerkt in een Norwich fabriek. En uh, ja, toen werd hij ziek en toen mocht hij niet meer werken. En toen gleed hij een beetje uh, 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 ja, uit het... Niet uit het leven, maar uit het maatschappelijk leven. Omdat hij, hij was een man die zijn gezin verzorgde. En niet alleen hier, maar ook in Marokko. Ja. Uh, dus hij had heel veel druk op zich. En, maar goed, hij was ook een man die hield van uh, gezelligheid. Weet je. Mijn vader was echt een, een gangmaker. Zijn bijnaam was ook Pipo. Mijn vader, zijn bijnaam was Pieper, want als hij in het dorp in het café was, hij zette het hele café op stelten. Huh? Dus was echt een hele gezellige man. Daar heb ik ook het talent van, 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 van vertellen, maar ook van mu muziekinstrumenten spelen. Mijn vader speelde fluit, gitaar, trommel, oh, wow. ja, mondharmonica. Hij was gewoon heel erg muzikaal. En ik weet nog, op Marokkaanse feesten, dan wordt er altijd gezongen en gedanst. Nou ja, ik en mijn vader gingen altijd voorop. Dus dat heb ik echt van hem. Dat, uh, dat, was het ook het moment dat je je talent ontwikkelde om zeg maar, op het podium te staan? Want... Ja, ik denk het wel. Want ik vond het heel erg leuk, die aandacht. Vooral op feestjes. Hè. Mensen zeggen van, hey, daar moet je wat mee doen. En, uh, maar kijk, in onze cultuur was het helemaal niet. Ja, acteur worden, dat is echt iets. Ja, acteur, dat is, dat is niet echt een, een, een beroep of muzikant. Ja. Dat is iets voor een hobby voor erbij. Pas toen ik... Uh, maar aanmelden voor die toneelschool dacht ik: Ja, wacht even, man. Je kunt dus echt dingen leren om echt uh, bepaalde rollen neer te zetten en te spelen. Ja. En toen begon die interesse uh, uh, daarin uh, uh, groter te worden. Want ik kende alleen Michael Jackson, James Brown. Dat was wat, wat, wat ik kende. Ja. En op die school leerde je Harold Pinter, Shakespeare. Nog nooit van gehoord, ja. nog nooit. En dan moesten we naar het toneelstuk gaan kijken, Toneelgroep Amsterdam, voor school. En toen zat ik daar en ik vond het saai. Want ze voerden een Hamlet op. En ja, ik, ik had er wel eentje gezien. Weet je? En het was toch niet. was niet mijn belevingswereld. Ja. Weet je, als je het over mijn belevingswereld had, dat waren dan toch de, de, de comedies. En... en toen ontdekte ik voor de allereerste keer op een cassetteband Eddie Murphy. Aha. Nou, ik lag, ik lag echt blauw van het lachen. Waarschijnlijk had ik ook een jointje gelukt, maar ik was <laughs> gewoon helemaal stuk. Ik ging ja. stuk. Toen dacht ik: Dit is cool, man. En dat is vier jaar daarvoor. Dus dat was in 1990 dat ik dat zag. En in 1994 hoorde ik via Jeffrey Spalburg... Uh, uh, er is een Nederlandse comedygroep met uh, de, de leider die heet Raoul Heertje. Toen zei ik, Nog, wat een rare naam, Raoul Heertje. Hij zei, we moeten kijken, bro. Toen zijn we gaan kijken en toen zagen we optreden. Hans Theo, Theo Maasen, Lynette van Dongen, uh, Erik van en, en die deden allemaal stand-up comedy met zelfspot. En ik, het eerste wat ik dacht was, er zit geen Marokkaan bij. Hier moet een Marokkaan bij, met de zelfspot. Wow. Dus die, ik ben gewoon op hem afgestapt. Ik zeg, wanneer zijn de audities? <kijst> die dus was in 94. Hij zegt dan en dan. En toen stond ik daar. Had ik iets voorbereid samen met Jeffrey. Op papier, alles neergezet. En ik ga het podium op. Dat was in 1994 op het Max Euplein. En, uh, en ik was heel zenuwachtig, want ik was als laatste geloot. En voor me was een clown met een harmonica. En daarvoor <laughs> nog meer andere artiesten. Dus toen heb ik volgens mij vier of vijf glazen wijn gedronken man, in die tijd. Dus ik, en toen was ik als einde. Dus ik, sta op, ik kom op en ik improviseerde dat ik heel slecht Nederlands sprak. Ja. Dus mensen dachten: oh, wat erg, deze allachtom wil het ook proberen. Maar echt heel slecht. Dus zo hallo dames en heren, vind je het echt leuk? Uh, Meenamen naar Jeep. Er zat een Marokkaans meisje destijds in die zaal en die, dacht, die zei tegen mij: laatst zeg ze. Toen jij opkwam, dacht ik: oh nee, wat erg. Oh, ook weer zo'n Marokkaan, niet wil proberen. En daarna schakelde ik ineens om, zoals ik nu praat. Ja. Ja, die hele zaal ging plat. En, uh, en toen zeiden ze: hoorde ik via de jury, dat was Hans Sibbels, in de Jeep uh, nog één minuut. Toen zei ik, nog één minuut. Ik zei: Ik ben nog niet begonnen, man. Toen pakte ik mijn papiertje erbij. Ik zei: Ik moet nog echt beginnen. Ze zei: Nee, nee, je hebt één minuut, want uh, er, zijn, uh, er moet nog iemand. Ik zei: Nee, maar ik ga niet weg. Dus ik begon echt zo met hem een ding te doen. Toen kwam ineens Thomas Akda binnen. kwam binnen. Uh. Die kwam binnen. De, de podium, het podium was bij, het, uh, bij, de, bij de deur. Dus hij komt binnen en ik zei tegen hem: Hé, hè rem, stand-up, kom. kom jij vandaan? En toen herkende ik hem pas. Ik denk, Oh shit, dat is Thomas Akda. Die hoort hier ook bij, bij de comedy. is ook een van de. Uh. En toen zei hij: ja, en toen, en toen zei ik, bij de hoeren zeker, hè? Ja, ja, nou ga maar zitten. Later heeft hij daar weer een grap over gemaakt. Heeft hij verteld in zijn show: zegt hij, Ja, ze dus komt binnen, staat daar zo'n beginnende comedian. En die zegt: ja, We kom hier vandaan, dus ik zal hem helpen. Ik zeg: Je komt bij de hoeren vandaan. En toen wist hij niet wat hij moest zeggen. Toen zei ik tegen hem: Ik moet zeggen, je zus is knap duur geworden de laatste tijd. Dus dat is zijn kant van het verhaal. Uh, ja. Dus toen kwam Hans Sibbel, die kwam naast me staan. En hij zei: Energie, Nog een halve minuut, dan moet je weg. Dus ik stond echt naast iemand. Maar ik zeg tegen het publiek: Moet ik weg? Publiek: Nee. Ik ga niet weg, vriend. Ik begon niet zo. Te... Nee, maar kom, het is goed zo. En ik begon je me te duwen. Dan Heb ik die microfoon neergelegd. Dan liep ik vloekend, want Jeffrey had het opgenomen op een cassettebandje allemaal. Dan zei ik, ja, wat is dit voor een klootzooi? Ik begon echt te vloeken. Ik denk, wat is dit, man? Ik heb helemaal niet meer ding kunnen doen. Maar voor hun was dat al duidelijk. Ik was aangenomen. En, uh, maar dat was echt een legendarische optreden, was dat, man. Dus ik was eigenlijk nog niet begonnen met datgene wat ik had voorbereid. Ik was alleen maar aan het improviseren. Maar dan, daaraan merk je dus dat je dus een natuurtalent bent. Ja, het is, ja, het is het, raar om te zeggen zit, voor jezelf: ja, het je bent een natuurtalent. Je. Het zit dus. Maar het, ja, ik, ik, ik kan het aanvoelen. Kijk, als, als bijvoorbeeld, dat zie ik met andere beginnende comedians, hebben ze iets opgeschreven of iets bedacht. En het werkt niet. Dan denk ik bij mezelf: let it go, laat het los. Pak iets anders. Maar ga niet dat ding geforceerd doordrukken, zodat ja. de stiltes nog stilder worden. En tot er helemaal geen geluid meer is. Ja. En dat is wat mensen doen. Weet je, wel. Ja, het is niet grappig. Het is nog steeds niet grappig. Of geef het toe. Dat werkt ook namelijk. Je zegt, hey men, deze grappen thuis moesten ze echt lachen, maar hier eh, niemand. En dan beginnen mensen te lachen, omdat je de eerlijkheid... Je moet echt zijn. Je moet echt zijn, ja. 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 Roel zegt ook, wat wil je op een podium? Wat wil je vertellen? Want dat is het. Maakt niet uit wat je vertelt, maar wat wil jij nou vertellen? Ja. En wat is jouw verhaal? Wat je ja, mijn verhaal vertellen? was eigenlijk, ja, weet je Ik, ik ben natuurlijk opgegroeid in een, in een, in een, in een dorp waar uh, ja, heel weinig uh, 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 kleur was. Maar Groen van, el ja, van ja. elke kleur was er één. Dus het was een soort van gemoedelijk, het was overzichtelijk. Ook voor de mensen daar. Ja. Daar was een Surinamer, daar was een Italiaan, Joegoslaven naast ons. En voor alles van alles één één. Ik weet dat de eerste keer dat ik in Amsterdam kwam, ik keek me ogen uit. Ik dacht nog meer Marokkanen. Maar ik kende ze niet in Cromini. Ja. Dus dan pas ga je een beetje naar je roots. Ga je, je praat ineens Marokkaans tegen, zei tegen jou. Denk, wow, ja. Ja, dan moet je in Kromenie niet proberen. Hoe was, was het daar? Opgroeien in Coroman uh, Nieuw. Je het één van alles. Geweldige jeugd. Weet je wat het was? Het was in die tijd dat het nog niet werd bezuinigd op een buurthuis. Dus voor degenen die het minder hadden, was er een buurthuis. En die buurthuis deed echt dingen: kano varen. Uh, we gingen naar het bos. Uh, uh, er was ruimte om. Uh, um, uh, in die tijd had je DJ, maar echt nog met platen. Dus dat kon je daar leren. Ja. Muziek, uh, toneelessen. Dat was, dat was, ja, dat was echt. Ik wil niet zeggen een redding geweest, maar wel waar mijn interesse steeds meer werd opgewekt voor het vak. Ja. En ja, dat, dat, dat is nu wegbezuinigd. Er is nergens meer, denk ik, een goed buurthuis. Ja, daar staat een tafelvoetbalbak en, uh, en je kunt Red Bull kopen. Maar, ja. Snap je? Maar echt dingen aanbieden, dat het vanaf de gemeente kwam, dat, ja, dat, is, dat is er heel weinig nu. Dus mijn jeugd was uh, goed. Ik bedoel, mijn vader, uh, uh, ja, tot voor hij werkte, had een goede baan bij de Norit, waar we heel blij mee waren. Dat was. Uh, we woonden in een flat, dus die samenhorigheid is daar eigenlijk. Weet je, wel, we waren echt dingen dat we voor elkaar zorgden. Bijvoorbeeld een, beneden bij ons woonde op eenhoge uh, Jan, Jan Boon. Ja. Dat was een alcoholist met een houten been. En die was altijd, die was altijd dronken. En op het eind van de maand had hij geen geld meer. Dus ik kwam hij een keer bij mijn moeder en zei: Ja, misschien wat eten. Nou, mijn moeder vond het zo zielig. Zei ze zei: Weet je wat, geef je ons 100 gulden per maand, doen we elke avond voor jou eten. Dus dat hebben we echt jarenlang gedaan, totdat hij doodging. Dus elke avond kookte een moeder extra. En dan moest iemand naar Jan brengen. Oh, wow. En dan brachten we het naar Jan Boon. Uh, dus die samenhorigheid was er heel, was er heel goed. Het was echt een, een hele fijne tijd in die flat. Het uh... mooie is zeg maar, voor een uh, cabaretier, zeg maar, de inspiratie die je opdoet. Want zeg maar, alles is een verhaal. Zeg maar. Alles. Ja. Ook pijnpunten zijn vooral de pijn. beste verhalen. Ja. De, de beste grap komt toch, denk ik, voort uit, uit een pijn. Dus als je kijkt naar de comedians, er is altijd wel iets met een comedian. Weet je wel. Vroeger snapte ik dat nooit. Maar Een comedian heeft wel iets. Ook al zie je het niet aan hem, er is wel iets met hem wat hem. Maakt dat hij op een podium gen zich genoodzaakt voelt om, om iets te vertellen. Ja. En <coughs> gaandeweg dat je met iemand praat, met een comedian, en beter leert, dan denk je: Oh ja, dat is jouw ding natuurlijk. Jij hebt dit meegemaakt, of hey, je hebt uh, al heel vroeg geen ouders meer, of uh, je bent heel vaak gepest. Of, uh, nou, en wat is jouw noodzaak dingen. dan om op een podium te staan? <coughs> Ja, mijn noodzaak was toch altijd vroeger wel dat bewijzingsdrang... om, om erbij te horen. En, 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 en vooral dat ik merkte na die toneelschool... ik dacht echt, oké, okay, nou ben je afgestudeerd acteur... nu word je gebeld, ook voor serieuze rollen. Maar het was zo frustrerend dat dat niet gebeurde. Ja. En godzijdank heb ik mijn eigen werk gecreëerd. Want ik denk niet dat ik hier dan naast jou zat of tegenover jou zat... of dat iemand had gehoord van Najib Amhali. Ja. Dus ik heb echt mijn eigen werk moeten creëren... omdat ik niet uh, zat te wachten tot de castingbureaus gingen bellen. Ja, maar die belde wel, maar dat was dan voor een rolletje ja. van... dat je even langs loopt en, uh, en zegt... Uh, fuck you, fuck you. Snap je? Het, was... ja. uh, het heeft zo lang geduurd uiteindelijk... voor ik besefte... Zie je dat? Dat is een mattie van me. Nou, weg. Otherwise I kill you. Maar ja, er zijn camera's bij, hè. Maar ik ben ook heel snel afgeleid. Ja. He? Dat zie je. <lacht> ja. <lacht> ja. Het is gewoon een drone, denk ik. Het is gewoon een drone. ja, ja hij houdt ons in de gaten. Naar ja, oh, nou niets was dat. Ja? <laughs> <Ja>. Real talk. <laughs> Nee, maar die, die heel lang, weet je, ik weet niet of het was maar heel lang ja, leuk gevonden willen worden bij iedereen en, en alles, maar ja, dat, dat, ik weet niet, man, het was toch een. Oké, okay, nou weg. Nee, dat was toch een ding. Ik weet niet, heb ik heel lang een soort van, ik weet niet, frustratie om er maar bij te horen. Ja. En waarbij, als je me vraagt waarbij, geen idee, maar je wilde gewoon, want je, je had altijd, altijd groepjes. Ja. Weet je, dat zien je ook, die waren bij die, dat waren de, 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 de rijken. En dat waren de armen, dat waren dan de, de jongens die kattenkwaad uithaalden. Ja. Veel van mijn vrienden die dan ja, een andere pad op gingen. Ja. En ik wilde dat het ergens bij horen, maar ik wist nooit waar. Dus ik ben eigenlijk best wel een, uh, een, een, een eeneling of zo, wat dat betreft. Maar weet je waar het vandaan komt, zeg maar? Heb je dat kunnen? Want vaak is het ook zo dat je, zeg maar, iets mist in je jeugd. Zeg maar. Nou, dat je... ik denk, ja, ik denk ook best wel een vader- en vaderfiguur. Kijk, mijn vader was er wel, maar die was er ook weer niet, snap je? Ja. Uh, was er wel, maar mijn vader was. Merkte ik ook pas later dat ik over in mijn, twee shows geleden sprak over depressie. Dat ik van iemand een brief kreeg: Zei, wist je dat jouw vader ook depressief was? Want ik heb met jouw vader urenlang rondgereden. En dan vertelde hij mij zijn verhaal, maar dat wist ik niet. Dat had destijds nog niet een, een naam depressie. Ja. Helemaal in de Marokkaanse cultuur, depressie, als je naar een psychiater gaat, staat dat voor je bent gek. Hij is gek geworden. Hij is bezeten door de, ja, door de demonen. Ja, ja, een enorme taboe rust daarop. Ja. Dus mijn vader heeft daar nooit echt hulp voor gezocht, die dronk dat waarschijnlijk weg. Ik denk dat het daardoor komt dat je je, je wil bewijzen voor iets. En, 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 elke, ja, en als ik op het podium stond, kon ik dat van me loslaten. Want dat was wie ik was. De, de, de Marokkaan die grappen maakte over waar hij vandaan komt. Maar ook de gekke geluidjes, het beatboxen, verhalen vertellen. En dat was dan even wie ik was. Maar ik merkte zodra dat gordijn weer dicht was, applaus was weg. Ja, stond je weer buiten. En uh, was het weer normaal. Dus ja. ik heb nooit zeg maar, gedacht van, ik ben een ster. Of tenminste, hoe dat zich nu uit. Als je nou kijkt naar social media, hoe... Artiesten zich gedragen. Ja. Met geld. Ja. Als ik tien gulden wat was dat ding? Pak hem <laughs> op. Snap je? Ja. Dus dat heb ik nooit ervaren als in de zin artiest zijn. Ik dacht, jij ja, moet iets vertellen. Iets waar de mensen wat aan hebben. Kijk, een boodschap vind ik altijd. Dan zeggen mensen, ja, maar je hebt een boodschap. Maar die ligt er vaak. Dus ik vertel iets en daaronder ligt wel die boodschap. Maar ik wil niet zeg maar iemand zijn die belerend gaat doen. Ja. Ik weet het ook allemaal niet. Snap je? Ik vertel puur uit eigen ervaring. merkte ik ook met een paar. Uh, kijk, ik moet zeggen, ik denk 98% van de van, 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 mensen vragen... wat vinden Marokkanen van? 98% kan erom lachen, komt naar de show. Er zit 2% bij die dan niet komt lachen. Die, die heeft die geen humor, zo kun je het ook noemen. Of die voelt zich aangevallen. Of uh, die noemt het vuile was buiten hangen. Maar ik denk, hé hey vriend, het is niet jouw was. Ik hang mijn was buiten. Ja. Als jouw was dat er toevallig bij zit, ja, zien ze dat ook. Ja. Snap je? Dus het is voor mij altijd een... Een soort uh, therapie, of niet? Ah, nou, een uitlaatklep, ja. toen mijn vader overleed. Dat was ook een, een, een periode nogmaals. Ik kom uit een cultuur waar we het niet over hebben, over je gevoel, over praten. Want ik weet nog dat mijn vader dood ging. Ging huilen. Zei: Oh, niet huilen. Dus ik zag... <laughs> Kijk, nu moet ik. Dit zijn gewoon betraande ogen. Maar hij ja. zegt: Niet huilen. Je moet niet huilen. We zijn mannen. We moeten niet huilen. Ik snapte er niks van. Ja. En dan kwam er kwam weer een tante binnen, want ze kwamen. Mijn vader was overleden in 94. Dat ik afstudeerde. Dus als de tantes uit België, die kwamen allemaal. Een, Hetzelfde tafereel. Er werd aangebeld, ik deed open. Je kent dat wel. Dat is toch, wij, wij huilen iets emotioneler. En dan begon ik weer. En dan zei hij: Je moet niet huilen. Ik dacht, je moet niet huilen. What the fuck? Moet je niet huilen, man. Dat is mijn gevoel. Dus dat heeft ook heel lang uh, 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 dat ik de plek moet geven. Maar op een gegeven moment begon ik erover te praten in mijn show over mijn vader, hoe wie hij was. En de, de ja. grappige dingen. De, de cultuurbotsingen die wij hadden. Ja. Kijk, hij was toch van plan om terug te gaan. Dat was zijn ding. Hij voelde zich ook beter in Marokko. zijn botten waren beter, hij had last van kou. En, uh... Dus hij, zijn plan was terug te gaan. Maar ja, wij dachten, wij kwamen daar in Marokko. Eén, we spraken de taal heel slecht. B, we hadden daar niemand. C, ja, ik, ik had hier alles, snap je? Dus dat ging ook botsen. Daarom had hij dat je automonteur werd. Oh, we gaan terug naar Marokko. Maar dan gaan we terug naar Marokko, ja. had hij gezegd. Maar ik had niks met... met... Ik, ik, ik Van de, negen, van, nee, van de elf vakken had ik het negen onvoldoende. <laughs> Omdat ik alleen maar aan het klooien was. Ja. Het zeerde helemaal allemaal niks. Welke bout of welke bougie of welke sleutel... <laughs> Dus ik had met mijn gedachten gewoon heel erg anders. Dus dat heeft denk ik ook te maken met een soort van bepaalde therapie. Dus elke keer dat ik het over heb, um, Ja, net wat je zegt, het is voor mij zo'n een therapie, absoluut. Ja, ja. En op een gegeven moment dan word je populair, want dan sta je op het podium iets te doen waar je ook nog eens heel goed in blijkt te zijn. Ja. En te reageren, je wint prijzen, ja. nog een show, nog een show. Ja. Op een gegeven moment begin je ook te acteren, in ja. allemaal series en ja. de films dus en zo door. Ja. Kan je me een beetje meenemen in die vibe, want dan begint succes te komen. Ja. Ja, als je wint, heb je vrienden. Het klinkt heel raar, maar dan staan ze, staan ze in de rij. Ik heb nog een voorbeeld met Jeffrey. Waar wij, we zijn begonnen met uh, een presentatieduo. We, waren, we deden pinkpop, nee, pink niet, maar spikepop. Vijf uh, mei bevrijdingsfestival. En dan vroegen ze of we iets wilden doen om even uh, iets aan te kondigen. Maar dan hoorden we, je hebt nog vijf minuten, want de band is nog niet klaar. En dan gingen we à la improviserend, Jeffrey beatboxt ook, ja. deden we een rap. Ja. En dat was in die tijd... Uh, kinderbevrijdingsfestival, dat soort dingen. We waren heel populair op die dingen. Alleen, uh, wij rept al in het Nederlands. Dat was in de tijd van Osdorp Voor de ja. rest was je geen Nederlands talen gerapt. Nou, Sony was geïnteresseerd. En had een publishing deal getekend. Weet ja. het zo? Ja, ja publishing, ja. 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 Toen zeiden we, we moeten de clip hebben. Toen zeiden ze, nee, maar dat is hartstikke duur. De clip is hartstikke duur. Zeiden maar ge geef ons dan een fucking camera. Jullie zijn Sony. Geef ons een Sony, gaan we het zelf maken. Ja, maar dat is ook duur. En later. Vier, vijf jaar later woon ik die, 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 die Leids Festival. Ja. Toen kwamen ze aan met bloemen. En hey, moeten we niet een keer praten? Toen dacht ik, oh, zo werkt dat. En inderdaad, zo werkte dat. Want daarna word je voor alles uitgenodigd. Dan ben je eens interessant. en interessant. En, en... Ja, het is ja, kijk, een wereld waar je heel goed in je, in je schoenen moet staan. En dat, ja, Hoe dat gek is ook... dat? Word je meegenomen op een soort emotionele ja. achtbaan van ja. gekkigheid? Want, op een, ja. of, want je op een gegeven moment, je wint, er ja. komt succes. En ja. dan? Want dan... En geleefd. dan moet je goede begeleiding hebben. Iemand die uh, daar nuchter in staat. En, uh, en dat was wel toch voor mij heel lang geweest. Ro Heertje. Die altijd zei, hey, moet je luisteren. En zegt, dan komen ze allemaal op je af. Gaan ze allemaal zeggen dat ze je hebben ontdekt. En dat, ze het allemaal, uh, dat je het allemaal dankzij hun hebt. En dat gebeurde ook. Terwijl ik ben begonnen in, in, in kelders. In, in kroegen waar zes travestieten zaten. Uh, uh, op scholen waar uh, asielzoekerskinderen de helft niet verstonden. Dus die, die leerschool voor mij was heel erg hard. Want we speelden door het hele land. En ik was van die comedians de enige met een rijbewijs. Dus ik had het hele muk. had ik de hele tijd in mijn auto. En ik was de hele tijd mensen naar huis aan het brengen ook. Want we ja. zouden eigenlijk elkaar afzetten op een punt. En zeiden ze: Ja, maar het is wel laat nu. Ze zei: Oké, okay, dan breng je wel weer naar huis. Maar een hele goede leerschool gehad. Dus echt van alle kroegen in Nederland hebben we wel gestaan. En daar, daar, daar leer je vallen en opstaan. Maar dat is gewoon, ja, uh, wat zeg ik, 70 gulden in die tijd kreeg je. Ja. Als je blij was, that's it. En in die tijd dat ik bij de comedy train speelde, bij, uh, bij Toemler... kreeg ik volgens mij 90 a ah, 110 hingen vanaf voor comedians, dat verdeel je dan. Kreeg ik dat geld. Maar dat geld moest ik dus aan de taxi. Want ik bleef hangen tot een uur of drie, vier. En dan is er geen uh, trein naar Krommenie. Wow. Ze dus betaalde eigenlijk de taxi altijd naar, uh, naar Krommenie van het optreden. Wow. En later ontdekte ik Snorder. <laughs> Toen kwam ik naar Turk. Ik zei: Habi Snorder. Ik zei: Wat? Snorder. Ik zei: Wat is dat? Ik breng je hem Ik zeg: Voor hoeveel? Ik zeg: 40 uh, gulden. Ja, man, dat is goedkoop. Geen idee dat illegale taxi dat niet mocht. Dus toen had ik een snorde. Freaky vet. Ja, maar kijk, de valka natuurlijk is dat je uh, uh, zoveel speelt en uh, zo wordt geleefd, dat de druk steeds groter wordt naarmate je meer wordt benoemd in bladen. Dat mensen zeggen, ja, ik vond die andere show leuker. Of ja, hij moet het meer. Dat is ook zo. Ik word altijd in een hoek gedrukt van: jij, maar jij moet het hierover hebben. Dan had ik over mijn, mijn eerste relatie, was met een Nederlands meisje. En we hadden twee katten. Dat was gewoon burgerlijk, maar fucking goede grappen. Ja, ja nee, maar dat gaat het hebben over katten? Denk je, wat de fuck? Kan een Marokkaan elkaar niet hebben over katten. dan ja. snap je? Dus je werd in zo'n hoek gedrukt. waar je dan geforceerd dingen ging doen die niet lukten. waar ik gefrustreerd van werd. En hun zoiets van: ja, nee. Ja, zie je. Dus die, die druk werd steeds hoger. Maar ging je ook af en toe luisteren naar die dingen? Ja, ik ging af en toe luisteren naar die dingen. Toen hebben we heel lang gehad met uh, de Comedy Train. Uh, ik ga geen namen noemen, maar uh, uh, ik ben niet de enige die last van heeft gehad. Uh, Jan ja. Dino heeft er last van gehad. Uh, de andere gekleurde broeders. <laughs> Dan gingen we dingen doen. En, ja, we hebben toch een andere flow van, van staan, van dingen doen, vertellen. En dat werd gezien als makkelijk. Dat bedoel je? Want altijd deden we na afloop deden we een. Uh, wat zo'n ding evaluatie met ja. de groep en ik ga iedereen zeggen en het was altijd ja maar ja, makkelijk ja ja dan doe je weer p -t -p -t -p -t -p -t beatboxen en ja, dan doe jij het dan uh, met je... Maar... Uh, maar jaloezie het klinkt als jaloezie. Het, het, het is jaloezie. Ja. Ja, je kan moeilijk zeggen, je bent jaloers. Ja. Dus je nam dat aan als dat het eerlijke, eerlijke ding was. Weet uh, dat? Het eerlijke... Zo gaan uh, feedback. Je feedback. Maar dat ja. was dat helemaal niet. Nee. Het was gewoon, fuck, waarom sta jij daar wel en Waarom lachen ze keihard om jou grappen? Ja. Als jij uh, je tante nadoet uit Suriname. Waarom? Dat is mijn verhaal, vriend. Ja. Maar dat is wel gek, want zeg maar, in de rapwereld hebben we het altijd over East Coast, West Coast. Of ja. die rapper mag, die rapper niet. Maar je staat niet bij stil. Dus dat het ook leeft in de, in de in ja. world of comedy. Ik heb, ik heb, ik heb ik van alle comedians die ik ken... Kan ik, op, kan ik op één hand tellen wie mij altijd geluk wenst... als ze zien, hey, Najib staat in de Ziggo of Najib heeft de A vast. Of, op één hand. Mensen die mij gelukdingen sturen. En, en één daarvan kan ik wel noemen, dat is Jochem Meijer. Jochem Meijer is altijd, hé, hey, te gek man dat je dit doet. En ik ook andersom naar hem. Staat hij een maand in karree Ja, dan kan je wel zeggen, ja, Jochem Meijer, ja, wat doet hij? Hey, hij vermaakt een enorm publiek. Ja. En uh, Bert Visser ook. Die wordt ook gezien niet als ja, cabaret. Ja, dat is cabaret, vriend. Het is een andere vorm van cabaret. Je hebt cabaret over politiek. Je hebt cabaret over, over hedendaagse dingen. Je hebt, je hebt cabaret waar mensen alleen typetjes doen. Maar hij bedient een enorm. Wie ja. ben ik dan om te zeggen dat is het niet? Dus dat ging me heel erg tegenspreken of tegenstaan. Dat uh, commentaar waar ik niks aan had. Want hey, commentaar is goed. Hè, feedback is goed. Maar ik moet er wel wat aan hebben. Het moet ja. wel ook een soort van opbouwende kritiek zijn. En ik weet nog, met Giandino, die, die vertelde een keer dat hij dat ook kreeg. Toen zei hij: Oké, okay, dan ga ik iets anders doen. En toen werd het muis stil. Hij was doodongelukkig. Ja. Toen zei hij: Zie je, nou, ik doe wat jij nu wil. Heb je nou je zin? Dus je zag gewoon dat er groepjes werden gevormd. Heel jammer om te zien. Ik bedoel, ik heb die, ik heb die, 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 die comedy train lopen opbouwen. Laten we eerlijk wezen: vanaf 94 ben ik daar. Ja. Als er iemand ziek was, dan kwam ik opdagen. Ik, 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 het was mijn leven gewoon. Dus, ja. Donderdag, vrijdag, zaterdag was ik daar. Als ze me nodig hadden, er was iemand. Ik was nooit te beroerd om te zeggen: Ik val in, ik doe mee. Ja, er ontstaan groepen. Dan heb je een groep die mag dan televisiedingen doen. En ja, ik ben niet. Ik was toen destijds niet echt dat ik schreef. Mij zat dat bij mijn hoofd. Ik schreef twee regels op en dan ging ik het podium op. Dan zei ik: Maar kan ik niet meedoen met. Dit was dan een dingetje. Dit was het nieuws. Ja, nee, maar jij hebt jij, 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 geen, geen schrijver. Dan hadden ze wel drie, vier andere comedians. Ja. Die zagen ze als. Ja, maar dat is talent. Nou, geloof me, broer. Ze zijn nog steeds talent. <laughs> ze vullen nog steeds geen zaal. Ja. Snap je? Dus het heeft, ons, heeft mij. Voor mij spreken. Heel erg gefrustreerd dat ik me ineens dacht: oké, okay, okay, jullie doen je eigen ding. De leuke dingen doen jullie, hè, omdat ik geen talent heb en jullie hebben je eigen mensen voor. Maar ik merkte dat het bij de andere jongens ook zo was. Die hadden precies hetzelfde gevoel. En dat is raar, omdat ik dacht toen ik begon, en het was ook zo: waren we waren een hechte team. Waren we waren een hechte team en uh, ja. uh, je kwam voor elkaar op. Alleen dan gaan er ineens dingen zien, want jij zegt jaloezie. Ja, maar je moet niet in een AFA staan. Waarom? Ja, maar dat is een evenement. Maar wat is er mis mee? Kijk, ik trek in de avond mensen die nog nooit naar het theater zijn geweest. Ja. Die komen bij me zitten met een hele gezin en die eten chips. Oké, okay, uh, maak lawaai. Maar het, je boort wel een nieuw publiek aan. Sowieso. En er wordt altijd gekeken van naar hè, de, de, de grachtengordel. Die, die bepaalt wat theater is, engagement. Je moet een liedje hebben. Je moet een dit. Broer, de wereld is veranderd, man. Je hoeft geen liedje meer te hebben. Ja. Weet je, kijk, kijk naar stand-up uit Amerika. De, 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 de Chris Rock en uh, hoe heet die, uh, Vullen Stadions. Ja. Weet je wel? En als je daar ook gaat kijken, dan zit van alles. En mensen willen gewoon lachen. Mensen willen je verhalen horen. Je neemt ze mee in ontroering. Dat hoeft niet meer volgens een programma. Net als dat ik vind dat, ja, laten we eerlijk zijn, radio. Ja, uh, het is Phoenix, maar voor de rest, Nederland 1, uh, Radio 1, Radio 2, Radio 3. Ja, ik zie totaal geen kleur. Ik hoor ook geen kleur. Nee, klopt. Heel af en toe verdwaalt iemand. Ja. Maar dan ben, je, dan ben je niet vertegenwoordiger van, 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 van Nederland. Ja. Maar ik krijg wel geld van het uh, Rijk, weet ja. je Net als de NPO. En, uh, ik heb jarenlang bij de Vara gezeten. Kijk, daar kwam mijn frustratie vandaan door ik sprak. <laughs> maar die frustratie moet ik even onder dingen steken. Want het heeft me heel lang gefrustreerd. Want ik zat daar op een soort van reservebank. Zouden allemaal programma's gaan maken. En je merkt gewoon dat ze zeggen. Nee, maar bij, u, kijk, bij de commerciële gaat het om kijkcijfers. Bij ons niet. Nee, broer. Het gaat overal om kijkcijfers. Dus de, de eerste keer dat ik maakte een programma. Dat heette. Een Jeep loopt warm. Een uh, Jeep staat op. En toen zag je die kijkcijfers van 1,3 miljoen. Kreeg je nog een, een WhatsAppje van de dingest. Ja. Goed gedaan. Uh, 900.000. Oh, iets minder, maar ook goed gedaan. 700.000. Goed. Maar kan beter. 500.000. Je hoort niks meer van ze. Zo. Dus ik heb heel lang daar gezeten. Toen kwam toevallig Erland, kwam ik een keer tegen. Erland zegt, ik wil jou bij RTL. Dan wil ik jou zo graag, voor jou zo goed. Ik zei, wat wil je dat ik doe? Maakt niet uit, wat wil je? Nou, hoe dan, als iemand dat tegen jou zegt? Wat wil je? Ik zeg maar wanneer? Primetime, jij gaat gewoon, wat wil je maken? Toen werd de vader zat ik nog steeds te wachten. En vader wist, ik ben acteur. Vader heeft heel veel dramaseries. Nooit. Niet, niet, niet voor één. Dus toen zei ik tegen hem, luister, want ik heb geen contract bij hun. En zowel niet bij RTL, ik heb nergens contract zei ik ja uh, dingen wil mijn show hebben ja nee commercieel commerciële dit de reclame er doorheen ik zei ja, maar, ik zit hier op ik zit hier al zeven jaar man ja maar ja maar, ik dacht, je dacht jij hebt het te druk ik zei met wat met wat heb ik het te druk dus toen ik daar ging toen zeiden we nog oké okay, dan houden we dit zo onder ons ja het ging zo'n soort van modder gooien wij hebben naar ontdekt ontdekt in een achterafzaal in Hilversum um, uh, andere cabaretiers zeggen, ja, nee, maar hij gaat voor het grote geld. En eh, geloof me, al die cabaretiers die dat riepen, die zitten ook <laughs> Ik heb er nooit geroepen: jij gaat voor het geld of je moet niks commercieels doen. Dat is net zo'n beetje met uh, Jaap, uh, wat heet die Spijkerman? Uh, Spijkerman. Ja. ja, die werd, die werd gewoon door, door de stront heen gehaald omdat hij naar de commerciële ging. Maar hey, je, je familie moet eten, toch? Ik bedoel, ik snap je? je? En als jij niet voor mij hebt. Maar ik heb me erg, ja, erg heel lang gefrustreerd gevoeld bij die vader. Omdat ik dacht dat we de vaderfamilie waren en. Uh, Kijk, en daarna is het veel minder dat je wordt gevraagd voor aan de wereld door tafel. En het maakt allemaal niet uit, weet je. Godzijdank, ik heb het niet nodig. Maar je merkt gewoon hoe het werkt, weet je. Het is gewoon, ons kent ons. En, uh, en mijn vinger in jouw kont, jouw vinger in mijn kont. Ja, het is, het is jammer hoe dat werkt. Dat zie je ook met uh, mijn papa. Ja, die is baas van daar, dus dan mag ik dit doen. Uh, mijn mama is baas. Zo werkt het dan eenmaal, snap je? Ja. En ga dan niet tegen mij zeggen van... je gaat het commercieel en een Dat moet je nooit doen. Vriend, probeer jij eerst een klein Bellevue te vullen... En dan kun je kijken of jij ja. daar naartoe gaat. Ik heb die jaloezie nog nooit gehad. Als een, als een comedian die ik ken het goed deed. Ik weet nog dat ik vast zat in Amsterdam. door de menigte vanwege de uitmarkt. Dat je Thomas, Ak, uh, Akda en Munnik. die hadden net dat lied gemaakt. Ja. Van uh, uh, CD voor jou, weet je wel. Ja. Toen stond ik gewoon vast. Toen dacht ik: wat is er aan de hand? Ik keek verderop. Zag ik hun twee optreden. Nou, echt, man. Jongen, ik kipp er Goed. Want ik dacht: dat zijn mijn matties, man. Leuk. Ik ken ze. Dus ik ben alleen maar blij. Ja. Ik ben alleen maar blij. Als Jan Dino vult, uh, ja. ben ik alleen maar blij. Ja. Maar dat is niet, uh, dat is niet vaak uh, bij ja, anderen. Maar, nou. maar dat komt omdat kijk, ik, ik, ik heb dat precies hetzelfde. Ik gun mensen vanuit meteen <coughs> dingen, omdat ik het tof vind als ik zie ja. dat iemand van niets iets creëert. Juist. Snap ja. je? En, en <coughs> ja. je merkt vaak dat mensen die. Um, heel erg onzeker zijn over wie ze zelf zijn. Ja. zich geïntimideerd voelen juist. als jij in de kamer komt. Ja. Omdat zij dan de ja. gloeilamp zijn en jij bent de ja. zon. Ja. Dan denken ze van, oh... Terwijl ja. Ik heb zoiets van, iedereen ja. is op hun terrein een koning. Ja. Maakt niet uit wat je doet. Stratenmaker, uh, bakker, uh, kok, maakt helemaal niet uit. Iedereen ja. op is op hun vlak. manier koning ja. en, en, en meester. Dus ik ja. vind het heel tof. Ja. Als iemand juist met zijn droom iets verder komt. Ja. Dan, dan, ik applaudisseer dat. Dus ik daarom... heb precies hetzelfde. Het hoeft niet eens top te zijn, want heel veel dingen, want mensen zeggen ja, maar heel veel kijkcijfers wil niet zeggen dat iets heel goed is. Klopt. Maar je, je bedient wel heel veel mensen die iets in jou zien, of iets aan jou hebben, of, iets, of steun uit jou trekken. Of, uh, snap je, het hoeft niet voor jou te zijn. Want je bent er niet alleen op deze wereld. Ja. Er is ook iemand anders die daarom kan lachen. Ja. Ik zit nu met comedians op Instagram en comedians. Dan sturen mensen me filmpjes. Hé, hey, deze gast is echt grappig. En dan, kijk, ik vind die grappig. Dan heeft hij een elastiek op zijn gezicht gedaan en doet hij gek typetje. Ja. Hij is, hij is echt grappig. Ik, ja, ik vind helemaal niks. Maar dat ga ik niet zeggen omdat hij het heel grappig ja. vindt. Ja, hij is niet mijn smaak. Snap je dus? Ja, je, Weet je, je laat, niet, en ja. laat leven, man. Ik ja. bedoel, er, is, er, is, er zijn podia's genoeg voor is mensen. Genoeg. En, uh, ja, ja maar dat heb ik ook zeg, met ja. mijn podcast Real Talk. Heb ja. ik sommige mensen. Ja, maar een podcast moet toch in een kleine ruimte. Ja. Zo doe jij de zikkeldoom En ja, hoi. Ik zeg, ja. nou, het is mijn droom. Ik vind het gruwelijk om, en vet dat je, zeg maar, Tuurlijk. met, met uh, een gesprek ja. gewoon in een grote zaal kan zitten ja. af en toe. En nu zitten we toevallig in de Harbor Club. Ja. Morgen kan ik misschien op het dak van iemand zitten. Hoe cool ik is dat? Ik vind het gewoon leuk om gewoon te variëren. Ik maar, had het met de radio-interviews. Sorry dat ik het vergeet. Toen deden we voor de eerste keer uh, ja, Giandino en een Jeep in de Kuip. Nou, dat, was de, dat was de droom van Giandino. En Die ja. heeft mij erbij gehaald. Ik zei: Oké, okay, ga ik met je bed liggen? Droom ik met je mee. Dus ik deed met hem mee. Ja. Maar dan kom je daar. Het eerste wat ik zeg: je. Ja, maar als ik comedy wil kijken, dan ga ik naar een kleine club. Dit is zo onpersoonlijk. Waarom zoveel? Ik zeg: Ja, maar hoe mooi is dat? Het is nog nooit gebeurd in Nederland. In de Nederlandse geschiedenis zijn er nog nooit twee comedians. Weet je, hoef ik niet eens onze kleur of onze achtergrond erbij te betrekken. Maar gewoon twee comedians: Twee Nederlandse comedians die de Kuip kunnen vullen met 40.000 man. Wanneer is dat gebeurd? Ja, 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 maar het is toch zo onpersoonlijk. Het is toch, ja, als ik, ik zeg: oké, okay, jij bent de radio, was bij de radio. Ik zeg, hoeveel uh, luisteraars heb je? Uh, 600.000. Ik zeg, dat is veel. Stel, je hoort morgen. Ze, er hebben 2 miljoen mensen naar je geluisterd. Wat vind je daarvan? Ja, te gek. Ja, same toe. We staan in een zaal van 50 en we mogen naar een zaal van 40.000. Dat is gewoon te gek. Dat is het gevoel. Ik wil niet zeggen dat ik alleen maar dit soort dingen ga doen. It's once in a lifetime. Hij heeft een droom, hij heeft het verwezenlijkt, Het is gelukt. Maar aandacht daarvoor. Nauwelijks. Er stond zo'n klein stukje in de telegraaf. Oké, okay, het AD, we hadden we iets mee, die zou ons dan volgen. Maar voetdel, we hebben het nergens teruggehoord. We hebben het nergens gehoord. Hey, wat geweldig. En wat... ja, dat deed niet pijn, omdat ik denk: van... weet je, ik moet me niet laten leiden door pijn. Maar ik weet wel hoe het nu een beetje werkt en hoe het ja. zit. En dat, dat is jammer. Ja. Dat is jammer. Maar dan moet je gewoon scheiden aan hebben. nee, ja, ja, precies, maar het je, zo moet moet je moet gewoon doorgaan om ook. Wat ik dus mooi vind, en wat jij gedaan hebt, en wat nu ook doet... je ja. vindt wel je eigen manier. Je vindt je eigen manier. Weet je, want ik, ik had ja. vroeger ook de droom... oh ja, misschien moet ik bij ja. vijf dagen, oh misschien moet ik bij drie, vijf... Ja. omdat ja. je vaak geherst wordt want als je daar hoort, Juist. dat je dan meetelt. Ja, zei, dat, dat meetellen, ja. Snap je? Daar had je het net ja. over, ja, van ja, wat, wat nee, was nee, Ja, maar ding? Ik, ik ken dat. Want ja. ik weet nog dat uh, Willem Stegeman, de oprichter van Farnix, die zei van... Ja. waarom ben je zo bezig om ergens te horen... terwijl je ja. zelf ja. de eigen Urban Radio King kan worden van je eigen zender. Dus waarom moeilijk doen in je hoofd? En toen besefte ik, dan mag ik moet gewoon mijn eigen ding doen. En dan, en dan volg je je eigen pad. En dan merk je ja. gewoon van dat je je eigen ding ontwikkelt in plaats van bij willen horen. Maar dat is, je ja, vroeg mij net iets, ik kon het niet heel goed benoemen. Maar jij voelt precies hetzelfde. Dat bij horen, je denkt als je daar bent, dan snap je, ik ook. Ik dacht als ik bij die club hoor, nou, dan heb ik het gemaakt. Maar ja, als je dan niet wordt geaccepteerd op een of andere manier. Terwijl je denkt, ja, ik heb, Ja, je mag best wel zeggen, uh, uh, meer talent dan jou. Ik bedoel. Uh, ik ik, 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 ik luister heel vaak naar jou. Ik hoor een duidelijk verschil met jou dan de, 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 de negen van de tien andere dj's. Die, hey, de, 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 en dan zit er iemand daar ja. en fucking aan het lachen zijn en dan gaat er een ding... Ja. Maar goed, weet je, het, is, het, is, het is de wereld waarin we leven. Maar ik ben blij dat mensen zoals jij ook weet je wel, de, 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 hiervoor kiest... om dit te blijven doen en daarin te geloven. Want kijk als je niet in jezelf gelooft, gaat niemand in je geloven. Als je niet in je, van jezelf ja. houdt, ja. gaat niemand van jou Alleen wij moeten wel. Wij zijn wel die. Je je bent een, Wat ben jij? Ik nu net 39 dus geworden. Ik ja. 39.000. Ja. Ja. ja, 15 jaar dat volg ik ja. nu. Ja, ze rijden, DJ. Maar het is. Wij zijn wel die mensen waar, die, waar wij tegen andere mensen kunnen zeggen. Luister, je moet je eigen ding gaan doen. Maar. Ja. Maar mensen willen het zo vaak heel snel. Ja, maar ik Hé, hey, luister, ik ben er ook niet van de ene op de dag gekomen. Klopt. Snap je? Het duurt gewoon even. Ja. Maar mensen zien, het gaat te snel. En ook dankzij, laten we eerlijk wezen. Er zijn meer mogelijkheden. In mijn tijd had je geen YouTube, had je geen Facebook. Ja. Had je geen, was dat er geweest? Ja, dan ja. zat ik nu al in Amerika. Snap je? De exposure is veel groter. Ja. Mensen zien je veel vaker. Ik moest een heel rondje Nederland doen. En had honderdduizend man had mij gezien. Ja. Maar ik kom op tv. Ik ben op de allereerste keer volgens mij bij Barend en Van Dorp werd bekeken door, ik denk, drie, vier miljoen mensen. Bij ja. Barente van Dorp deed ik ook een stukje. Was met de oud-voetballer Tarik Olida die zat daar. Die kende me ook niet, maar dan deed ik ook dat stukje... dat ik slecht Nederlands sprak. Die, die deed echt dit. Die denkt, wat de fuck zit ik hier met, een, met deze mokro in deze studio? En toen begon ik dingen te doen. Toen deed ik volgens mij ding. De ja. volgende dag liep ik in Rotterdam. Ik denk dat alle Rotterdammers... Hey, Ali! Hey, gozer! Iedereen had het gezien. Dus dat is de impact van, van tv. Ja. En ineens staat er de zalen vol... Ja. Het dus helpt staat ook natuurlijk, voel, ja. Maar dat is het. Ja. Ik ben nu met Instagram en je eigen, je eigen nieuws creëren. Ik hoef niet meer naar, 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 weet ik veel, naar een radiostation, naar ja. uh, uh, Radio 3... om te zeggen, hey, uh, ja, nee, ik heb nou een show. Oké, okay, we gaan er even weet je wel? En dat ze, dan gaat het niet eens over wat je te vertellen hebt. Dan gaat het toch over de... En ik vind het niet erg, hoor, de negatieve dingen die in mijn leven zijn gebeurd. Of de, de, maar je ziet dat die ondertoon daar, weet je wel, ook, ja. ook de grappen... Het, het gaat meer om hun, dat hun er beter uitkomen dan... Iemand die daar zijn verhaal komt vertellen. Ja. En daarom zie je me niet meer zo vaak dat ik ergens zit. Ik word heel vaak gevraagd hoor. En als het onderwerp oké okay is, dan wil ik best wel gaan zitten. Maar gewoon zitten om een mening te hebben. Want ja, iedereen heeft een mening. Kijk maar Instagram. Iedereen heeft een mening. Ja. Zegt, ja, ik vind van niets. Ja, boeien wat jij vindt. Tuurlijk. Ben ja. niet? Ik ben heel uh, ja, selectief daarin nu. Wat ja. ik doe. Ja, en wat, want, want je bent nu ook vader. Ik merkte toen ik vader werd dat. Ik ging gewoon anders denken. Ik dacht maar Het ja. is, is all about him. Now. Ja. Dus, en dan ja. word je ook anders, scherper. Hoe ver heeft ja. het vaderschap jou veranderd? Het vaderschap heeft mij, mij veranderd in de zin dat ik nu, nu, er is iemand die gewoon helemaal niks kan, waar wij voor moeten zorgen. Mijn vrouw, ik heb gelukkig een geweldige vrouw die, 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 die zorg opneemt. En, uh, tuurlijk, ik doe ook wel luiverschoon en zo. Maar, maar ze zegt: Laat mij het maar doen. Want, uh, want als ik ze billen veeg, dan doe ik dat met de hele pak. Oh, ja, ja. ja, ik ja. ook. Zij niet. Ja. Ze zegt: Kijk, met één doekje. Ik zeg, nee, dat kan echt niet. Kijk, hij is vies nog ooit dan weg. Dus ja. ze Laat mij het maar doen. Ja. Ik, ik merk dan nu: Ik heb nu iemand en, en, en ik, ik ben zijn voorbeeld. Dus hij kijkt naar mij, want hij, hij, naapt, hij, hij aapt dingen na. Zeg je dat ja. zo? Na aap. Ja, ja, hij aapt me, nou, hij Precies. me en na. En ja. daar was ik er niet echt van bewust. Dan ja. zat hij achterin. Zat hij achterin. En ik had een gewoonte om het raam open te doen als ik reed. En ik hoor achterin ook... Maar ja, tegen een dicht raam. Dus, maar al die dingen doet hij gewoon na. Ja. Dan zat ik in de auto en zei ik, novel, novel. No. En dat deed hij er ook. Maar ook waar iedereen bij was en op school. Ja, hij zit dan te boeren. En ik dacht, oh shit, dat heeft hij van mij. Dus ik merkte echt dat ik een voorbeeld was. En er heeft even een periode geweest met dat kind. Ja, dat ik in zo'n druk ding zat. Dus ik, mijn kind werd geboren. Ik speelde toen de hoofdrol in de film Valentino. Ja. En ik had de druk van een show die ik af moest maken. En het zorgde ervoor dat ik steeds meer... Uh, om te ontspannen, drank en drugs ging gebruiken. Ja, en de dagen dat je er moet zijn, was ik moe. Er was één dag dat ik vrij was, ja. Dat was ik gewoon kapot. Want het speelde, het vreet alle energie over je. Vooral kook de coke is de witte sloper. Dus ik ben er heel lang niet geweest. En gelukkig, godzijdank, is die moeder er altijd geweest. Weet je? Die heeft het altijd opgelost, wow. maar ja, op een gegeven moment... Ja, uh, hey, Jeep, uh, wake up, man. Wat ben je allemaal aan het doen? Dat is ook bij je bleef, want heel veel mensen gaan weg. Heel veel mensen gaan weg, ja. Dus een moeilijke periodes. Absoluut. Dus ik heb echt iemand gevonden die... Ja, gewoon mijn soulmate, mijn vriend, mijn maat, ja. mijn mattie. Dus daar ben ik heel wel blij mee. Daar ben ik echt... Uh, uh, ja, weet je, het is een... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, zoiets maak je denk ik niet twee keer in je leven mee. Ja. Nee. Die wil bijna een nog een met haar trouwen. Eigenlijk <laughs> nog wel, keer. ja. ja. ja toch, nog en als ik het ja. vraag, gaat ze het zeggen. Ja, ja, ja. Mijn vrouw houdt heel erg van... Mijn vrouw heeft een kapsalon. Ja. En, uh, en, en ja, die, die kent het wereldje. Maar die, die ziet ook hoe het is. Ja. Snap je? Ze ziet me ook wel met, met vrouwen op de foto. En uh, uh, chance. Maar ze weet hoe het is. Omdat ze zit heel vaak met, met, met sterren. Ja. Met, met voetballers. Ja. En ze knipt er gewoon. Ze vertrouwt ja. gewoon hoe is het weer. Weet je, dat soort dingen. Ja. En dan vind ik het, 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 het lekkerst eigenlijk. Als ik thuis kom. Dat daar... Ja, hele andere gesprekken is dan ja, nee, maar je stond op het podium en toch de, de rode draad in het uh, ding is. Nee, man, gewoon die zijn wij dingen die komen dan over twee dagen pas bij shownieuws. Wist je, ik zeg, hoe weet je dat? Ja, nou, let maar op. De, op. Ja, ja, maar zo'n kapsel is natuurlijk, komt echt van alles. Daar wordt echt geroddeld. Daar wordt echt geroddeld. Eigenlijk moet je gewoon een talkshow maken. Zeg dat maar ik gewoon ik in, de, in de kapsalon. In 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 ik de zeg de je zegt, nou, ik kan wel een boek schrijven wat die mensen allemaal hier vertelden. En ze zitten in, 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 in de Jordaan, dus er komen ook heel veel ja hoe moet je ze noemen ja mensen die zeg maar niet door de bibop kunnen ja. uh, mensen met een verleden maakt ja, kijk het zijn mensen weet je ik oordeel niet kijk, ja. ik zie iemand en uh, die zit natuurlijk ook in de zaal hè, ja. dat is ook natuurlijk hypocriet dat ze zeggen vaak bij kickboxers ze ja maar er zitten allemaal te tuigen die zitten aan tafels dus ik zeg ja die zie je waarschijnlijk aan tafel zitten maar wat denk je bij het voetbal dan die zitten verspreid ja. Ja? Die, die zie je niet kijk deze gaan nog aan tafel zitten van, hier zitten wij ja. die anderen je moet zoeken ja. Je hebt vooral slechte mensen, je hebt overal uh, criminelen. Ja, maar, dus, uh, maar dat, dat ja. vond ik ook mooi in jouw verhaal, toen je op een gegeven moment besloot om de buitenwereld te vertellen dat je een drugs en alcohol ja. ja. Wat ik daar mooi aan vond, dat haal ik er weer uit, is zeg maar dat je ook aan mensen kan laten zien dat uh, ook Top legends, top mensen ook onder zware druk komen te zitten. En dat je ja. ook eruit kan komen. Ja. Want wat mensen niet beseffen is hoe heavy kook ja. en kijk, ik heb het nooit gedaan ja. omdat ik, bang, ja. ik ben verslavingsgevoelig. Dat okay. weet ik van mezelf. Okay, ja, dan moet je, Alles wat ik ja. doe is extreem. Ja. Mensen zeggen, waarom Kijk niet een beetje, nee, het is honderd of niks. Ja. Of ik slaap of ik ben, haak mijn dat je boord. Weet je dus, dus de, daarom weet ik en mijn moeder, de slipper, die is heel gevaarlijk. Ja, ja. Mijn moeder is echt, mensen zeggen ja. van voor wie bent meest bang? Voor, uh, voor ja, de, mijn moeder. Ja. moeder. zegt als ik je ooit betrap, ja. dat je kook gebruikt ja. of drinkt, ik slijm met de fles ja. KO, ja. Ik sleep je weg, je heb je hier gebracht en dan kan je ja. ook wegnemen. Dus dat klinkt ja. nog bedreigender dan een. Ja. een dus, dus dat was een beetje mijn ding van, daar was ik altijd bang voor. Maar, maar kan je het, het moment herinneren dat je dus voor het eerst daaraan begon? Dat je denkt, ik voel me kut. Ja. dit is het. Nou, het probleem is, bij mij was het twee dingen. Ik voelde me kut, ik ging gebruiken. Ik voelde me goed, ik ging gebruiken. Ja. Kijk, mijn psychiater zei ook, weet je, hij zegt, luister, um, hij zegt, het, het, is, het is een knop die je om moet zetten. Hij zegt, ik heb met uh, mensen gewerkt, die zijn 35 jaar, zit die aan de harddrugs. Ja, weet je, jij ja, gebruikt nog geen harddrugs, dus je kan beter gewoon uh, bedenken van, oké, okay, dan en dan stop ik. Maar ik denk, is het zo simpel? Man, het is zo simpel. Het, is, het zit hier, man. Ja. Het, zit, maar het is heel moeilijk om die knop te vinden, omdat ik dacht van, hey, maar ik voel me goed, man. Feest. Bij mij begon ik weet nog, het was een feestje, het was heel relaxed, de sfeer was goed. Nou ja, en dan was met, met één zakje, dat deed ik gewoon een hele week. Gewoon een hele week. Maakte ik hele kleine lijntjes zo. Er was niks aan de hand. Ja. En het en, en was gewoon, ja, iedereen doet het. Ja. Maar ja, dat, dat zakje, dat kwam op een gegeven moment. was dat vier zakjes per dag gewoon. Ja. Dus het, het, ik had het niet meer in de hand. Dus de paranoia slaat toe. Je denkt dat je het, al je problemen wegneemt. En elke keer hunker je naar meer. Want hè, hoe, je moet steeds meer hebben om ja. hetzelfde effect te hebben. Ja. En dan is het hele effect weg. Is het echt een, ja, een, 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 een ding, weet je wel. Een, 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 hoe noem je dat? Een, een, ja, het moet. Nu, weet je, nu ben ik twintig maanden verder. Ik merk nog steeds dat ik af en toe een papiertje zo rol. Ja, <laughs> ja, ja. Maar is, het zit er gewoon in. Papiertje rol. Net als ik zeg als ik dit zie. Het, het, weet je wat, het geeft me geen trek meer. Want ik heb echt die knop omgezet. Ik heb gekeken naar mijn kinderen. Ik denk, kijk wat ik al kapot aan het maken ben. Wees blij, je vrouw is er nog. En, ja. en lichamelijk ook. Het enige wat ik aan over heb gehouden is... dat ik bijvoorbeeld... Dat ik die stok gewoon zo door mijn neus heen kan steken. Want het neusgotje is weg. Het is gewoon weg. Die is, die is gewoon weg. Je oh komt ook niet meer terug. Ja. Oh shit. Ja. Dus dat is denk ik de enige schade die het bij mij heeft gebrokkend. Dus ik denk, hé, luister man, dit is, dit is een teken. Ja. He, dit is een teken van de luisteraar. Stop nu. Ja, maar heel veel mensen hebben dat besef niet. Want ik ken ja. mensen die het ook fanatiek gebruiken. Ja. En uh, een vriendin van een vriendin van mij, die, die is zo fanatiek ermee dat ik soms denk, ja maar jij verbergt iets anders. Nee, het is gewoon ja. gezellig. Nee, maar is, en dan denk ja. ik van, die is gewoon extreem, die moet ja. op elk feest. Ja. Gaat ze gewoon ja. iets gebruiken? Ja. Dan denk ik, hè, maar kunnen mensen niet, want ik snap nee. het niet, omdat ik het zelf niet nee. gebruik, omdat ik doodsbang ja. ben dat ik het ook ja. ga gebruiken. Ja. Um, maar, maar wat is dat ding? Is het vaak dat je het gewoon kopieert? Want je zegt van, de eerste keer was het gewoon op een ja. feest ja. en dan doe je mee? Is het ja. zeg maar dat je denkt, iedereen doet het nou, ik probeer het ook. Maar bij, mij het was, ja, bij mij was het echt experimenteren. Ik weet nog, de, al, de allereerste keer kreeg ik het uh, tijdens een film, filmcrew. En ik wist niet, ze staan op bekend film, uh, films. Ze dus kregen dit soort zakjes. Hier, voor jou. Ze dus klopten er naartoe en ik naar die wist, Ik denk, wow, dus dit is cocaïne. Ik liet de halve helft wel vallen per ongeluk. Toen deed ik alleen maar dit. Geen idee wat het was, gaf ik het terug. Zo, so, je hebt een open uh, gebruikding. Je moest eens weten, vriend, de helft ligt op je toilet. <laughs> maar het deed me niks. En daarna voelde ik iets waardoor je... Uh, het maakt je. Ik wil het niet verheerlijken hier, maar het, het, het... Kijk, cocaïne is alert, weet je wel. Je bent ineens wakker. Ja. Ik bedoel, vissers die gaan vissen, die gebruiken het ook... omdat ze gewoon wakker kunnen blijven. Snap je? Ja. Het houdt je wakker. Ik ben eens gewoon vier dagen wakker gebleven. Gewoon ja. achter elkaar, vier dagen door te gebruiken. Gewoon vier dagen lang wakker. Gewoon ja. geen slaap. Wakker. Dus je, je, je voelt bent... ook niet wanneer je echt moe bent? Nee, voelt je niet. Dat is pas de dag dat je slaapt. Je voelt je alleen moe, maar al je energie... al je geluksmomenten, dat endorfine, allemaal ja. uitgezogen. Dus je ja. bent niet alleen moe. Het is gegrijnig, je, je hebt nergens meer zin in. Toen dat je weer beter wordt, denk je: uh, ja. het gevoel geef je, ik doe dit nooit meer, man. Waarom doe ik dit? Net als drinken, ik ga nooit meer drinken. En dan ben je om vier uur ben je weer helder. Denk je: zie ah. dus voor me goed, man. Ja. Helemaal gisteren, hé hey, man, ja. om rustig aan. Ja. En bij mij sloopt het erin. Kijk, wat zin, het zijn gemaakt als genotsmiddel. Ik bedoel, ik heb geen moraal om te zeggen: ja. hey, dat moet je niet doen, drugs. Als je ermee om kan gaan, als je met een drankje om kan gaan, prima. Maar ik kon het ook niet. Het was of alles of niks. Of, ja. Als ik in de kroeg was, was het niet... Ik zie mensen één glaasje en zei, hé, hey, ik ga. Nee, ik, ga. Ik, ik was klaar Ik de kroeg, zei, we gaan dicht, meneer om haar. Ik zei, maar kan ik zo'n fles meenemen dan, vriend? Ja. En dan ging ik verder thuis. Maar ik wilde ergens ja, bijhoren. Het verdriet verdrinken. D er was wel iets wat me frustreerde waardoor ik dat spul ging gebruiken. Maar wat was het dan? Wat jou frustreerde? Wat jou, wat, wat jou, je was Nou, ik denk succesvol. ook het, schaamte, ja, het, het, het schaamtegevoel. het uh, dat speelde ook mee dat je dus die middelen gebruikte en dat het een geheim moest zijn. Want bij mij was coke, gebruikte ik in mijn eentje. Pas als mijn vrouw ging slapen, ging ik naar beneden toe. En dan begon ik coke te gebruiken om en ik dacht ja, ik moet geïnspireerd, worden. Dus stress shit, ik moet shit, er komt niks. En dan ging ik coke gebruiken en dan ging ik 25 dingen tegelijk doen. Zo'n dus 25 stukken tegelijk werk. Oh nee, ik ga nu dit doen. Oh nee, ik ga nu dat dus Ik was alleen maar bezig met en niemand betrapte je. Ja, ja dat, dat komt later dan Oog. ook. Want ja, ja. ik ging er ook bij gokken. Ja. Oh, en ja. dan het ergste is, internet gokken. Want dat uh -huh. wordt ook nog een ding hoor, nu het vrij wordt gegeven. Kijk, als je naar het casino gaat, na vijf keer komt er iemand naar je toe van de Holland Casino En zegt: Meneer Amali, ik wil met u praten. Je bent hier nu al een paar keer, hè. gaat het goed, bla bla bla. Maar internet, nobody sees you. Het is anoniem. Je logt in, dit, je stoort geld. En dan ga je drukken. Dus ik was bezig met snuiven en aan het gokken midden in de nacht. En hier zat ik dan porno te kijken af en toe. Ja. En, en, en dan hoorde ik de trap, mevrouw. Toen kwam ze de trap naar Wat ben je aan het doen? Ze zei, Niks. Ah, je bent toch niet aan het gokken, hè? Nee, maar ik gaan kijken. Oké, okay, nou, doei. Ga je slapen? Ik zei, ja, het is half vier. Kom zo. En ja. nou, dan ging ze de trap, die fles weer terug. <laughs> die kut, shit, was mijn kook. Ja, wow. het was echt... En paranoia. Ja? Ik werd er voornamelijk <laughs> ik werd paranoia van. Ik had een paar keer gehad dat ze bij mij mijn auto probeerden weg te halen. Ik had uh, camera's voor de deur. Dus ik had een auto en had zo'n sleutel, weet je wel? Zo'n sleutel, die... Uh, keyless go. Ja. Nou, die waren in die tijd heel makkelijk om uit je huis de code te trekken. Te zenden naar een auto. En dat hebben ze al drie keer gedaan. Dus na twee keer was ik gewoon gefrustreerd door die camera's. Dus ik, ik zat ook heel vaak gewoon... Kijk ik naar een beeld. Maar dat is wat koken met je doet. Het maakt je paranoia. Gewoon drie uur lang, kijk drie uur lang <coughs> gewoon naar een beeld. Dus als ik naar die lamp zit te staren en elke keer denk ik... Ik zie, een, ja, ik zie iets. Nee, ik zie toch niks. Wauw. Ja, dat heeft je helemaal gek gemaakt. Dan zat ik in een hotel ergens ja, en dan ging ik weer kook gebruiken. Dan had ik mijn laptop aan en dan denk ik: Nou, even kijken hoe het thuis eruit ziet. En dan bleef ik kijken, gewoon vier, vijf uur lang. Ja, dat weet je, ik, godzijdank ben ik er zo uitgekomen, maar te veel is niet goed. Ja, en nu, want je zit nog steeds in een wereld waar heel veel mensen ja. het gebruiken. Ja. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je. Nogmaals, je je ik, je... ja, ja. ik, ik heb die knop omgezet. En ik wil niet meer terug naar dat, want ik heb echt lager kon ik niet zinken, man. Ik heb geen jank gehuild, ik denk ik kom er niet meer uit en geld weggegooid en, en, en ik zie naar mijn kinderen dat er niks meer mee deed. Weet je, het was altijd ja papa, ja, papa komt zo, ja papa we moeten nu weg, ja papa ga maar dan. En dat deden ze dingen met hun moeder. Ja, dat frustreerde zo, man. Ik denk wat ben ik voor een waardeloze vader, waardeloze echtgenoot. En altijd begon mijn hoop begon vast te zitten, want ja, dat speelt, stopt gewoon al je dingen hier. Dus ik had altijd koppijn, ik had altijd twaalf aspirines die ik inslikte. Ja. De dag dat ik ermee stopte, gewoon dat ik niet meer gebruikte. Heel veel dingen waren weg. Ja. De pijnen waren weg. Mijn neus ook. Als ik mijn neus snoot, af en toe snoot ik mijn neus. En dan hoor je op de grond. <laughs> Serieus, er kwam iets uit. <laughs> ik weet niet of ik ook gebruiken zit herkennen. Maar als je maar je neus snijdt, zit het gewoon vast met alles. Dus je, je snoot zo. En dan ging het gewoon zo op de grond. Poink. <laughs> wat was het dan? Het <laughs> was opgekropt. Bloed, snot. Dat zat gewoon vast. Wauw. En ik liet dat aan een neus zien. Die was mijn tourmanager. manager. Zeg, wat is dat? Dus ik zeg dit, hij deed. Ja, vriend. Ja, ik, weet het is. Ik, kan ja. Ook, ik kan me niet voorstellen dat je denkt. Ik ga dit poedertje, geen idee waar het vandaan komt. Ja. Of het uit de container komt. Of iemand heeft het in zijn hol meegesmokkeld. Ja. Dat ga ik straks in mijn neus douwen. Ja, dat... Hoe ja. dan? Ja. Ja. ja, maar dat is ook Maar als je het mij had gevraagd. toen ik. jong was... ben je ja. goed bij je hoofd. Ja. Maar je moet in een bepaalde staat zitten. weer een scheid aan hebben. Ja, joh. Op een gegeven moment. Maakt het helemaal niet uit. Op een gegeven moment ga je echt schrapen, dan ga je echt koken met elkaar uit het zakje halen. Zo ja. Oh shit, ik heb nog wat. Ja. Want ik word weer bang, want ik ben nu iemand die allemaal dingen gaat bedenken in mijn hoofd, want ik heb een zoontje van drie. En denk ik, ja. hoe kan ik hem behoeden dat hij niet gevoelig wordt voor ja. dat? En dan krijg ik allemaal angstdingen ja. van: oké, okay, wat vertel ik hem? Want als ik hem te hard ga verbieden, dan gaan de kinderen juist dingen oh, uitproberen. Juist. Dus wat kan ik bij hem inbrengen? Ja. Dus ik ben allemaal research aan het doen, ja. met mensen aan het praten die het ja. hebben gebruikt of ja. gebruiken. Dan denk ik van waar zit dat, dat stukje? Ja. Okay. Ja, het is heel lastig, man. Ja. Ik, als, als ik het wist, had ik het ook ja. verteld. Maar het is gewoon heel lastig. Kijk, als eerste ben je een voorbeeld. Dus wat, wat, ik, wat ik ook heb nu, denk ik van... Hé, hey, luister. Kijk, mijn kinderen waren op zo'n leeftijd... dat ze het misschien wel dingen hebben meegekregen... maar niet zo. Weet je? Het was niet dat, ik, uh, dat het open en bloot lag. Ja. Het was altijd goed verstopt. Weet je wel? Het was altijd goed verstopt. Dus nooit dat het kind ja. zegt... Papa, wat is dit? Bakmeel. Ja, bakmeel. <laughs> maar ik verstopte het zo goed... dat ik zo paranoïde was... Ja. dat ik het niet meer wist waar het lag. Ja. Weet je wel? En dat ik gewoon de hele tijd... Ja, vooral het paranoia gedeelte, net wat je zegt. Dat ik dan ging denken. En denk, shit Straks wordt mijn kind nu ziek. Zat ik midden in de nacht, half vier was ik dronken. Je, en, 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 en als paranoia hoor ik mijn vrouw al de trap komen. Kut, oh, hij is wel ziek. Maar dat zit allemaal in je hoofd. Ja. Alle angstbeelden, die angstaanvallen die ik kreeg. Zorgde ervoor dat ik nergens meer heen ging. Uh, Premières vermeed. Toneelstukken of naar dingen van mensen. Ja, ik kom ik kom in het laatste moment. Ik kom toch niet. Ja. Had het allemaal te maken met mijn gebruik. Alles. Ik kan er alles op terugleiden. Al het... Ja, de tijden dat ik er niet was. Ja, dat kan ik aan terugleiden. Maar is het zo dat je soms dan gewoon een flashback krijgt en dan gewoon emotioneel wordt van de fuck? Ja, dat is... heb, me... ja. Ja, heb ik bij mijn kinderen. Als ja. Dus ja. ik aan mijn kinderen als ik zie slapen daar denk je Jezus, man, hoe vaak heb ik gewoon niet gekeken dat ze sliepen. Ja. En nu elke avond als ik terugkom van de show, ik zeg ook tegen die mensen, weet je wel, ik, ik blijf niet meer bij jullie. Uh, niet, niet, om, niet om het te, te verleidelijken, maar dat, zo begon het ook. Hè. Ik dacht, ik doe een show. Of nee, ik was even klaar. Ik was clean, zes maanden. Ging ik nu trainen, gezond eten, s'morgens vroeg op. En dan ging ik weer een show maken en dan ging ik naar het publiek toe. En dan was het een beetje. Ik zei: hé, eentje, man. Ik zei: oké, eentje, dan ik, was het Nou, En dat vier, vijf keer in de week. Wat maakt dat? Het maakt dat je gewoon vier, vijf keer in de week gewoon dronken bent. En dan kwam ik thuis, ging op de bank, lag je slaap. je, of ik ging nog de stad in. En dan lag je slaap zo. En dan hoorde ik mijn vrouw komen om half vijf. Dan ging ik op de bank zo liggen. Daar zit je slaap, joh. En dan ging ze weer weg, dan was ze klaar wakker. Ja. Maar ik heb me ook een keer betrapt. Want als ik kan het roken, had ik zie sigaret niet meer oh, dan komt ze. Het... Je, slaap, je slaapt niet, want je sigaret niet nog in het ding. Oh, shit. Maar wie liegt, moet heel veel onthouden. Ja. En dat was bij mij gewoon, ja, gewoon een dubbel leven, man. Ook met, met, met dit, ja, met, met, kijk, als je elke dag gebruikt, moet elke dag aan dealer komen. Weet je, en laten we eerlijk wezen, het, het is geen melk wat hij verkoopt. Ja. Weet je. Maar ik had dealers, die kwamen in een auto en die een hadden... Broer, zet je muziek fucking zacht, het is kwart over drie. Ik zeg, niet hier voor mijn deur. Ik heb al mijn camera's voor mijn deur. Ja. En als er iets verdacht is, dan komt hij weer. Die vriend met iets... elke, ja, ja. elke keer, elke keer het gesprek dieper gaat... Ja. Dit, ik, ik ga nu <laughs> meeluisteren. Nee. Is... Maar hij... Uh... Maar dan ging die dealer ging voor mijn deur staan. En als, als er dan iets te lang voor mijn deur staat, maken ze een foto. Nu sturen ze naar mij toe, dan zeggen ze, er is een verdachte... Verdachte persoon voor die deur gesignaleerd. Ja. En dan denk ik, ja, die ken ik. Zei dus mevrouw, wat is dat? Ik zei, nee, niks. Het zat wel, je bent voor de deur. En dan ging je weer appen. Brr, brr, ik ben er. Ik zei, even wachten, broer. Brr, brr, ik moet zo weg. Nee, ik, zei, wat ik, zei, hey, Nia, ik zeg, wacht even. Ik ik ga even sigaretten halen. Zo, die gehaald, oh, die heb ik al gehad gehad. Oh, die heb ik al <laughs> gehad. Hoe zou dat ah, fuck. Maar heb je fla? Welke vla? Ik zei, ja, met karamelzout. Nee, die heb ik niet. Ja, ga ik even snel halen. <laughs> Alles. Maar zij wist het, hè, mevrouw. Mevrouw kijkt me aan. En ze wist of ik heb gebruikt. Zelfs de dag daarvoor. Er was iets, zegt ze, wat, wat ze gewoon in mijn ogen kon zien. Maar ook als ook, ik sliep. Doe zei ze het doe mijn Ja, dat zei ze ook. Ja. Ik ontkende alles. Ja. Ik zat, ja, kijk, dat, dat, is, dat is het eerste wat je moet doen als je, als je beter wil worden. Bekennen. Het klinkt heel raar. Niet was het me, maar ja. was het me. Was It zij de eerste me. die je vertelde dat je verslaafd was? Ja, ja. Ja, dat was, ja, ik zeg luister, weet je, maar ik zei, ik deed dit. Ja, luister schat, ik weet het, ik heb een probleem, maar luister. Het moet, weet je want ik ben artiest en ik moet. Ja, en dan ging ze dan eventjes in mee, maar ja. Ze ziet dat je kapot gaat, dat je je dagelijkse dingen niet meer doet. Dat je ik had ook een broertje, ook, weet je, die heeft me ook heel erg geholpen omdat die deed mijn management. Die moest alles afzeggen. Gewoon, letterlijk alles. Dan had ik een ja. afspraak op kantoor. Had ik, uh, ik, ik had ik, ik het had idee om tien jaar geleden ook in, 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 in het Engels te gaan doen. Zo was dus ik voorbereidend werk voor aan doen. Ik ga in Londen ga ik dingen staan en oh, wow. met mensen praten. Ja. Die droom heb ik eigenlijk laten varen door mijn gebruik. Maar en het Engels is, je... is wel vet, man. Dat leek me heel cool, want ik ja. zag ineens uh, ja, jongens die gingen ook naar Engeland toe. En ik uh, denk, ja, man, waarom niet? Let's try it. En ja. het leukste is, dat vind ik dan, niemand kent je daar, dus het is totaal geen druk. Zoals ja. dus ze na twee minuten mensen zeggen: get the fuck off. Ja, dan ga ik gewoon okay, weg. Je doe je, Top. We ja. doen we als ze dat hier doen in Nederland, ja, ja. staat het in alle bladen: een Jeep weggefloten, een Jeep moest ja. er niet maar. Maar je kent een Jeep om Ali. Maar is het iets wat je nog steeds zou willen ja. doen? Ja. ja. Ik merk dat ik nu wat ouder word, maar toevallig keek ik, nou, tenminste ik, twee jaar geleden, zag ik uh, Gedde de Melle. get de Melle. Nee man. is een Marokkaanse Joodse comedian uit Frankrijk. Dat is Heel groot daar, huge. Dat is een beetje net ziek, ik, maar nog groter. Hij Was hij laatste in Meervaart, of niet? Ja, ja, ja. Ja. En hij, hij is natuurlijk met zijn Frans. Heeft hij in Montreal op een comedy festival gedaan in het Frans. Ja. Toen stapte hij over in, in, ging hij naar New York. Ja, en hij praat gewoon zo. Hello, I'm from France. How are you doing? I'm very fine. Toen dacht ja. ik, weet je, het accent maakt helemaal niet uit. Mensen vinden het gewoon funny. Ja. Want mensen zeggen: ja, maar hoe is je Engels? Dat doet. Als ik een uh, communist zei van ik ga naar Engeland. Ja, maar ken je wel Engels? Echt dit hè? Ken je wel Engels? Ja. Ik snap, oh, we moeten allemaal, hey, how are you doing? They're very nice. We well, have the Jeep and from Amsterdam, you know, very well, hey, Hé, fuck it, dit is gewoon mijn Engels hoe ik het ga doen. En dat is gewoon funny. Toen zag ik hem, heb ik hem gesproken daar hij uh, zegt, ik ben een big fan of you, ik mocht even backstage. Toen zei hij, I know you, you do stadiums, sir I saw you on YouTube. Eh? Ja, toen zei hij, oh, en er was iemand van Netflix bij hem. Ik zei, take his number, take his number. You, you come to lunch to Paris? Zei, Wee -wee -wee. Maar goed, dat is natuurlijk ook soms wat mensen heel vaak zeggen. Want ik zou gewoon gaan, gaan hè, want ja. ik ben iemand, als je mij echt <laughs> ja. uitnodigt, kom ik echt. Ja, maar misschien moet ik ook gaan. Je moet Ik zei, echt. where are you? Well, I'm now in New York. Maar later zag ik dus ja. dat hij in New York ook ging doen. Ja. En, en dan zat hij bij Letterman. Ja. zat hij bij Seinfeld. Je moet gewoon gaan man bro. Ja daarom. Ik je ben moet... te bescheiden. Nee, maar... Ik wacht tot hij. Die... hij ben ook You so. coming or not? I dat... Yes but uh, we know you, I'm not. Soms voelen mensen zich beledigd als je niet komt. Ik ben ik een, kom... te veel een apper. Als ik een niet terug heb. Ja. Are you serious? Are yeah, yeah. well, You serious? Als we come there. to French, can we have lunch? Maar toen ik hem zag, dacht ik: Wacht hem, man, zo lang niet te laat. Ik ja, kan ja, nog tuurlijk. steeds. Zolang je gewoon ja. nog steeds. En 25 jaar in het vak, dat moet je groot vieren. Dus dat moet, moet ik groot vieren. En kijk, en, en ik weet zeker dat ik uit die negen uur materiaal die ik in die vijf verloop je. Ja, kan ik een uur gewoon vertalen. Ja. Kijk, broodje, broodje. Dat, ik weet niet ja. of dat werkt in Amerika. Ja. Snap je? Maar je hebt gewoon heel veel geluidsdingen. Ik heb uh, acts die ik gewoon kan, letterlijk één op één kan vertalen. En als ik daar een uur show van maak. doen er wat muzikale dingetjes. Mee, ja. Las Vegas, here we come. Ja. Ja. Wat, is, wat is een van je favoriete avondvullende shows? Als je nu terug bent, je denkt. Want Eddie ja, Murphy heeft ik, ook Raw, echt een ja, delirium maar precies, ja. raw, Wat is jouw ja, ik Raw? Ik vond Most Wanted een hele leuke free fight. Vooral ja. ook het, 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 het gedeelte met, de, met, met dat beatbox. wat ik een apparaatje had, die loopmachine. Ja. Uh, dat vond ik heel erg leuk. En uh, vooral de muzikale dingen vond ik heel erg leuk. Ja, en de dingen die. Waar mensen helemaal stuk gaan. Ja. Weet je, vooral broodje, dat hoor ik nog steeds. Want dat was ook zo'n ding. Dat ik zeg: van, nou, ik, doe, ik doe een best-of-show. Comedians. Ja, ja, nee, dat zou ik nooit doen. Ik zou alleen maar... En toen wil ik eigenlijk diegene opbellen. Ik wil geen namen noemen. Ja. Luister, vriend: Er zijn mensen in Nederland die niet één grap van jou kennen. <laughs> Niet één grap. Ja, ja, ja. Dus al zou je een best of doen, is dat voor hem nog steeds nieuw. Ja. Ik, zeg, ik heb gewoon dat mensen nog steeds zeggen: hey, we thuis praten we gewoon zo. Ja, laat hem zo, laat hem zo. Dus het is heel, heel uh, ja, vereerd voel ik me dat mensen nog steeds mijn grappen gebruiken in hun dagelijks ja. leven. Of dat het op YouTube nog steeds broodje wordt. Ja. Ik denk als ik op straat loop, wel vier, ik vijf keer nageroepen. Er ja. dus, zijn dingen die blijven hangen. Maar maar hoe vaak is. ik hem ook doe. Ik heb het nooit in een best of gedaan, Ze dus ik, dus ik ging dan naar een shawarmazaak, Nou, mensen begonnen te klappen. Ken je dat als een zanger zegt. En now gaan we sing the song, Dolly, Here I Am. Dat mensen, oh, die kennen wij. Dat is ze precies ja. hetzelfde. Maar dat, is toch een, dat wil je toch juist als comedian? Dat iemand? Kijk, dat dat je zulke dingen gedaan hebt, dat iemand ja. denkt, wauw, dat is vet. Ja, ja, en dat ga ik nu weer doen in die 25 jaar. Gewoon ik doen? Ga, ja, maar er zijn heel veel mensen ja, moet je niet doen. Ja, ga je alweer doen. Ja, zo, so, wat? Ja. Ben je wel eens naar mijn show gaan kijken? Nee. Zo. So. Ja. Dat is ook zo'n ding, hè. Waar sta je dan? Hè, ja, kom wel een keer kijken. Dat doen we mijn comedians zo onderling. Ah, ja. Waar sta je dan? Ja? Hé, ja, ja, kom wel een keertje kijken. Kijk, en ik wil nou eerlijk zeggen, nou, je moet me even bellen, want het is uitverkocht. Je kan niet even komen kijken. Maar <laughs> ik ben iemand die gaat confronteren. Ja, waar was je ja, dan? Ja, was je dan? Ja. Maar wanneer, wanneer kom je dan? Ja. Nee, maar je, je, je doet mooie dingen, je hebt geacteerd, je hebt ja. volle sta, stadiums gewoon gedaan. Dus ik, ik denk gewoon, one of, the, one of the greatest. Hoe kijk jij terug op je carrière? Want dat, dat, je kan ook zeggen, ik ben trots. Nou, nee, ik ben trots absoluut. op jou. Dus. Ebers, ik ben absoluut trots. Weet je, af, en toe, af en toe vergeet je gewoon wat je hebt. Ik was alleen vroeger bezig met wat ik wilde. En nu kan ik echt genieten. Dat zeg ik dan tegen mijn vrouw. Zeg ik, zie je al deze spullen? Zie je dit huis hier? Ja. Allemaal door mij. <laughs> tegen haar. Ik, zeg, heb je, ik zeg: Heb je me al bedankt vandaag? Terwijl ik haar moet bedanken. Maar dat doe ik altijd bij het begin. Zie je die twee mooie kinderen daar? Dankzij mij. Als je nou met uh, Mario was geweest, ik denk niet dat ze heel knap waren. Dus ja, ze houdt mij wel. Mijn vrouw houdt me wel. Uh, uh, ja gewoon met, met, met beide benen op de grond terwijl ze het ook leuk vindt hoor mijn vrouw kijk het is een vrouw vrouw vindt het leuk mooi aangekleed voordat ik mijn vrouw kende ja ik, 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 ik gaf er niks om gaf, gaf niks om, uh, om kleding of om wat dan ook weet je wel zij bracht mij spullen weet je wel ja. maar zij kleedde mij aan ja. zij ik, Louis Vuitton toch wel nep hoop ik hè want ik was gewoon gierig <laughs> om iets uit te geven van 500 zeshonderd euro weet je wel maar ze zegt nee, maar af en toe moet je er goed uitzien. En je leeft maar één keer. En, uh, en genieten. Met haar ben ik echt aan het genieten, weet je wel. Vroeger ging de vakantie niet verder dan het dorp van mij. En dan was ik oké. Okay. Ja, met haar weet je, ging je naar de Maldives. Ik leerde de wereld kennen. En uh, naar New York, weet ja. je wel. Uren lopen. En, ja. Uh, dus ja, ik, ik ben wel echt gezegend met, met wat ik nu heb. Ja. En dat probeer ik ook. Ik zeg niet heel krampachtig vast te houden. Ja. Maar ik weet wel, het kost wel werk. Want ik heb wel, mijn huis te onderhouden. En we hebben een nanny thuis. En ik heb het huis voor, dat was mijn grootste droom. Als ik, denk, als ik geld heb, koop ik een huis voor mijn moeder. Nou, dat heb ik gedaan. Dus mijn moeder woont daar. Maar het zijn wel dingen. Dat, mensen weten het niet. Het gaat er allemaal uit. Het moet er ook inkomen. Ja, klopt. En nogmaals, dan ben ik blij dat ik gewoon mijn eigen werk creëer. Dat ik niet afhankelijk ben van castingbureaus of ja. iemand die mij iets gunt. Ik creëer mijn eigen werk wanneer ja. en waar ik wil. En ik ben blij dat mijn fans al 25 jaar... Ik heb al mensen die gewoon de eerste shows hebben gezien, die, mee, die meegaan. En mensen die zeggen... Ja, mag met u op de foto, want mijn oma vindt u heel mooi. Heel goed. Ik zeg, je ja, oma? Hoe oud ben je dan? 16. Dan ga ik terugrekenen: oh ja, dat zal haar. Ja. Ja, maar het is een enorme... enorme uh, uh, het is ook een eer, dat. hè? Dat het is een eer. En als je zegt, van ben je blij met je carrière? Ik, 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 ik ben enorm gezegend, weet je wel. Ook, ook met gezondheid, want ja. hè, het klinkt wel cliché. Maar als je niet gezond bent, dan, ja, dan, houd, dan houdt alles ja. op, denk ik. Wat op, op social media wat misschien een minder verhaal is, is dat ik dan toen last toen je op Curaçao was. Ja, oh was ja, een ja. vervelende ja. periode want je was daar oh. met je gezin en Ja. Een zijn we zijn overvallen overval. ja, met een gewapende overval. Ja, dat en... was gewoon vreselijk man. Oh. Kijk, ik heb Kijk, het, nogmaals het kan overal het kan overal gebeuren, weet je wel? Om nu te zeggen Curaçao is gevaarlijk, maar Laat me teruggaan naar het verhaal. Ik kom er al 20 jaar. 20 ja. jaar ik de optredens, ook met de Wagon met, met, met de jongens zijn we daar gespeeld. En in die tijd dat ik uh, nog een beetje wild was, ging ik alle wijken in. Gewoon oh, schijt, weet je wel. Contobazoar, ja. rustig. Ik wil geen angst. Nooit. Tuurlijk weet je dat het gevaar er is. Maar ja, het gevaar is er ook in Amsterdam. Ja. Kijk naar die Rolex bendes maar daar was gewoon overdag, was gewoon overdag en op een gegeven moment de kinderen zaten, twee banden waren lek. Ik Denk wat de fuck, twee banden zijn lek. iemand, je moet hem even wegzetten, want er is vaak een truc. Dan komen ze hem s'avonds ophalen. Dus ik bel, want ik was geboekt door Kenneth, Kenneth Asporaat. Dus ik bel met Kenneth. Ik zeg Kenneth, ik zeg die auto, ik ga niet een uur hier wachten. Ik zeg ik geef de sleutels af en wij rijden met andere mensen mee. Hij zegt dat is goed. En op dat moment komt er een witte wagen zo, een beetje een raar aanrijden. En die stopt zo anderhalve meter vol. En toen hij zo remde, dacht ik: Dit is niet goed. Ik ben nog steeds met Kent En wat geblindeerde glas. Je ziet ook niks. Je moet wachten tot het open gaat. En die deur zwaait open. En er zit gewoon een boef. Gewoon zoals je ze kent uit film met zo'n uh, zo ding. Zo'n doek. Oh, shit. En die komt eruit met zo'n mes. Dus ik draai me om. En ik begint te schreeuwen. Hey, hey, want ik denk: ik, weet niet, ik wist niet dat het een overval was. Ja. Ik denk alleen: Er komt een gek met een mes op, me af. Nou, Mijn vrouw stond hier. Hier stonden nog mensen. En die kinderen zaten in een auto daarnaast. Die zaten gelukkig, gelukkig op die Playstation. Die hadden er niks ja, door. Dus ik begin te rennen en ineens hoorde ik: hé hé hé. En ik zie een vriend van mij die ook met ons mee was. we waren met elf mannen, je nagaan. Elf man liepen gewoon om half vijf zo naar de auto's toe. Gewoon klaarlichte dag. Ja. Die liep: hé, hey, en ik draai me zo om. En ik zie een andere gast geld geven. Hij zegt: Hier, hier heb je geld. Toen besefte ik: Dit is een overval. Toen pas, hè? Oh wow. Toen ik me omdraaide en ik zag geld, geld. dacht ik: Dit is een overval. En een van die gasten die kijkt zo bij die auto van die kinderen. Toen liep ik naar ik Hé hey, bro 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 bro, hier. Toen had ik, ik had een Rolex om. De eerste die ik ooit had gekocht, ik zeg: Hier bro, hier. En toen kwam hij op me af. En toen zag ik dat hij een pistool bij zich had. Die tering. Dus ik keek alleen naar het pistool en ik deed zo mijn horloge af. En die andere kwam erachter met dat mes zo. En die zegt: Geef. En ik had hier een telefoon. En hem gaf ik de telefoon. Zo snel als ze kwamen, zo snel als ze weggingen. Ja, maar gelukkig dat je snel schakelde. Ja, maar van... ik bleef heel rustig. Ik dacht, ja. ik dacht: Dit is een overval. Wat willen ze? Ze willen spullen. Geef het ze en blijf rustig. Ja. Dat zei ik: ik Hé hey bro, rustig, rustig hier. Ja. Iedereen zegt: Nee, maar als ik het was, dan ging dit doen. Nee, door maar zijn praatjes. Als je een pistool ziet, en je kinderen en... zitten in ja. een auto en ja. je ziet een mes. Klopt. Je hoeft maar dit te doen. En, uh... Klopt. En het is maar een, een horloge, door, ah, zelfs jongen, het, materiaal. Dat zeg ik. Ja. Het, het is materiaal. Ik, ik geef om helemaal niks. Echt helemaal niks. Je kan, je kan, je kan alles meenemen. En, uh... Maar ik kan me voorstellen op zo'n moment dat je echt. Ja, op zo'n angst het. in je lijf. Ja, jongen. Je zit, en daarna, daarna pas kwam de angst. Toen ja. ze weg waren, Toen dacht ik: van, What the fuck is er gebeurd? Ja. Dus dat was een heel angstig moment. Uh, dat je... Want je hoort het nu veel, hè? dat best wel veel uh, mensen worden overvallen. Het, je, is... het is best wel een heftig ding. Het is he Ze weten niet hoe heftig dat is. Want nu is het. Uh, ik heb er gelukkig niet veel aan overgehouden. als in de zin van ik ben alert er nu. Ja. Als ik ergens stop, kijk. Dat deed ik altijd al hoor. Ik ben altijd ja. een mannetje die alert is. Als ik ergens stop, s'avonds, check ik even. Maar ik heb die jongens gezien namelijk. Want toen wij aankwamen parkeren, zaten er drie jongens in een auto. En ik heb een heel goed instinct. Ik dacht, dat voelt niet goed. je ja. dus ik, ik had een drone bij me, ik denk, laat ik die. Uit de auto halen. Straks tikken ze het raam in en dan pakken ze dat. En niks aan de hand. Na nou, twee uur later komen we terug. Onverzorgd. Blablabla. Hun kwamen uit de hoek. Dus waarschijnlijk zijn ze getipt door iemand. Ze komen nu naar buiten. Ja. Maar, ja, het is, weet je... Het is, je, je, weet, je weet pas... De, de, wat het met je doet, merk je pas als, als je het overkomt. Ja. Je hoort vaak mensen, ja, overval in huis. Ik durf niet meer naar buiten. Denk, ja, kom op, man. Hey vriend, het doet wat met je. Nu, elke keer als er een auto naast me rijdt en die en heeft geblindeerde glas, krijg ik dat idee. Of vorige keer liep ik een hoek om, kwam een gast die moest gewoon rennen. Die kwam op me af, toen zat ik ook al zo. Omdat als iemand op je af komt rennen, krijg je weer die, die flashback, wow. dat dingetje. Dat staan dat je wordt vastgebonden in je eigen huis, dat is de nachtmerrie van, el, van, van elk mens. Ja. Gewoon in je eigen huis waar je veilig waant, waar je. Maar, voor wat? Moet je, maar moet je daarvoor ook? Want zeg maar, je, zegt, je loopt er best wel lang voor die tussenslavingdrang ja. bij, bij een psychiater. Ja. Um, bespreek je dan ook zoiets met hem of haar? Uh, nee, ik heb het wel uh, daarop. Nee, ik, 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 ik heb het. Nee. Kijk, weet je, op zich. Ja, kijk. Je het wel een plek geven. Ja, ja, ik heb het een plek gegeven. Ik heb okay. het daar een plek gegeven. Echt ook daar. Ik zeg, luister, ik laat mijn vakantie niet verpesten. Want ik werd, ik, heel eerlijk gezegd, ik werd. Ja, misschien omdat je ook bekend bent. Ik werd door iedereen gesteund daar. Elke Antiliaan die ik teken... Eh bro, sorry man, wat er met je is gebeurd. We vinden het heel ja. erg, weet je wel. Het geeft toch een goed gevoel dat mensen... Ja. Kijk, zelfs de minister. minister van... Uh, ik kreeg een appje. Oh, wauw. Ja. 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 Uh, Bureau van toerisme. Als we wat voor je kunnen doen. Goed. Uh, een medeleven. Dat snap ik wel. Uh, wat, ja, het, het is een toeristeneiland, weet je wel. Als ik dat verhaal afstel, van Het is onveilig. En, en... Maar kijk, er is natuurlijk wel iets... Kijk, ik ga niet zeggen die jongens... Boef zijn is een ding. Maar het komt natuurlijk wel iets vandaan. Het komt uit armoede. Ja. En wij komen daar, vakantie vieren. Dikke we. Uh, uh, kijk ons, kijk ons. Weet je, terwijl daar de, de werkloosheid heel laag is. Het minimumloon is daar heel laag. En, en, en alles is in handen van. Ja. Maar zeg je uh, daarmee dat je dus de volgende keer niet met een Rolex gaat? Nee, ik, ik ben klaar met Rolex. <laughs> ik ben klaar met het dikke horloge. Ik vind het mooi, maar ik heb een kaart voor gewerkt daar niet ja, van. Ja. Mijn vrouw zegt, ja, maar waarom Hier moet ik Luister, luisteren? We leven nu in een wereld. Wij beseffen het niet, maar nou, we lopen met telefoons van 1000 euro. We lopen met uh, kettingen. We hebben jassen van 800-900 euro. Ja. Er zijn mensen die moeten rondkomen van Klopt. 50 euro per week, snap je? Ja. En het is niet uh, dit goed te praten van ja, maar... Nee, wat geeft is... ze sowieso? Het, nee. uit van, het geeft mensen nooit het recht om... Nee, nooit. Het waar jij, uh, voor hebt gewerkt. Maar, maar ik, ik snap wel dat er... Ik hoef niet... En ik was al niet zo iemand hè, Kijk mij eens. Ja. Maar als je nu op Insta kijkt, ja, weet je, wel, je hebt een nieuwe wagen, dat moet erop. Kijk maar, Rolly. Het gaat over Rollies, Het gaat over ja. Doku, pull-up in een benzo. En ik weet het, is, het, is, het, is, het is grootspraak soms. Ja. Maar het is wel wat de jeugd hoort van... Oh ja, ik moet dus ook een ding. Oh, ik ja. moet er ook bij horen. Je hoort niemand zeggen, hey, mijn geld maak ik, ik breng het naar SOS kinderdorpen. Ja, en en, en kijk... daar weer je die kinderfilm maken om te laten zien. Om te laten zien, uiteindelijk komen we wel. <laughs> Smart. Uiteindelijk, ja, tuurlijk is het mooi, laat ik eerlijk wezen. Het is leuk om, een, om een, een mooi horloge waar je voor hebt gespaard... Maar het is het mij niet waard. Het is, ik, weet je, ik, ik voelde me al soms bezwaard als ik naar Marokko ging. En, en daar is de armoede nog groter. Ja. In, in mijn familie, ze hebben, het, ze hebben het allemaal wel goed. Maar niet zoals wij het hebben natuurlijk. Ja. En dan kom ik aan met een ding waar ze waarschijnlijk zeven jaar voor moeten werken. Weet je. Ja. Dus ik, ja, ik ben, ik ben nu wel klaar met al die hele dure dingen. Gewoon klaar? Ja, gewoon klaar man. Ja. We hebben ja. gewoon een uh, klokje om. En, ja. Ja. Uh, vroeger kocht ik altijd uh, uh, nepklokjes. Want ik kon ze niet betalen, ja, maar, maar gewoon één op één. Dat vond ik gewoon leuk. Ja. Dan had ik gewoon, niet, niet, meer, niet meer met, met glitters en glimmers, maar gewoon zo'n hele simpele Rolex. Ja. Zo'n mooi klokje. En denk ik had. ja, maar is niet echt. Ja. En zei de mens: nee, maar jij kreeg toch wel echt die jongen die, die manier echt. En denk ik hem af. Zei, zei, hier, maar is niet echt. Nee, man, ik zie je, mag hem houden. Nee, maar hier. Gaven ze hem terug. Ik denk, nah, je moest eens weten. Ja. Hoeveel hoe, was de wachttijd? Ik zat drie minuten. Ik zat, die Turk moest in Turkije eerst naar een andere vriend van hem. En die had hem voor me gehaald. <laughs> Jongen, het, is, het, 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 het doet me helemaal niks meer, hè, ja. eerlijk gezegd. Was dat er nog meer op je to do -lijst? Je gaf aan: het uh, komt een kinderboek. We gaan dus, ja, we komen, uh, een, nou, er komt dus een kinder, uh, kinderfilm. Ja. En uh, ik ben bezig met, met een zender. Want ik heb wat ideeën. Oh, vet. Uh, Ja. Alleen nogmaals, nou ben je weer afhankelijk van zoveel factoren. Terwijl ik gewoon mijn eigen theater ding. Ja, maak ik gewoon. Als ik nu theater zo bel, ik zeg: hey kom vol. Nou, vol ja. Kom over een maand, kom ik met dit. Dan zeggen ze: Najib, heel graag bij ons. Ja. En dan maak ik het zelf. Nu, als je bij een televisie zit, Ja, Met wie dan? Met welke partij? Welke producent? Misschien moeten we deze redactie gebruiken. Ja. Het is te veel gedoe. En. Uh, weet je, ik zie wel het schipstrand. Ik heb nu dit. En die 25 jaar wil ik echt heel groot uitpakken. Met een enorm decor. Ken je misschien nog dat, uh, die oude ghetto-blasters ja, vroeger? Die ja. ja. je zo buiten zette. Ja. Maar ik weet nog, ik heb nog gebreakdanced. Ja, ik was niet goed. Electric Boogie. Ken je nog? Ja, met, met zo'n wit handschoentje. Ja. En dan stond het Electric Boogie met zo'n ghetto-blaster. Ja. Die ghetto-blaster, die komt als decor. En die wordt echt huge. Oké. Okay. Ja, ik heb het ooit volgens mij ook bij een rapper gezien. Maar ja. bij mij gaat het, gaat er, er zit er een scherm in, de dingen gaan open, er komen dingen uit. En, dus dat is wat ik in mijn hoofd heb. Ja. En dat noem ik dan uh, 25 jaar live on stage. Zef. En dan wil ik een show van maken van, met herkenbare dingen. Dus broodje, dat soort dingen komt er allemaal in ja. mee. Want de jeugd, bijvoorbeeld kinderen van 14, 15, die kennen mij niet van stage, die kennen mij van YouTube. Ja. Nu zie ik ook af, vaak dingen langs komen langskomen, TikTok. Zie je mensen die broodje ja. nadoen, ja, het is gewoon hè, ja. geweldig om. Het is gewoon heel leuk om te zien natuurlijk. Maar ik vind ja. het ook tof op social media zie je ook hoe ja. mensen nog steeds op jou reageren. Zie ik op de foto met Boef. Ja, Boef is dat, toch dat... een hele andere generatie. Ik bedoel, ja. Snap je? Het is toch ja, heel anders. Die staat ja. heel anders in, in, in ook met, met, met zijn ding. Als je kijkt hoeveel. Kijk, ik was nog nooit bezig met Insta en volgers. Weet je, volgens mij heb ik er 100.000 of zo. Ja, boef heeft er een miljoen. Ik bedoel, ja. Als je naar die andere gasten kijkt, allemaal 400, 500.000. En... en het is oké, okay, want daar zit hun ding natuurlijk. Want hè, hun moeten hebben van de muziek. Je ja. moet aanklikken. Kijk, bij mij moet je echt mijn wil zien. Moet je naar het theater toe, je moet een kaartje kopen, dan moet je zitten. Je moet ja. stil zijn. Ja. Dus je kan niet bij mij. Hey, hey, hey. Maar dat is met zangers. Die hebben het makkelijk, man. Zangers doen en nu jullie. En iedereen is bezig. Ja. Of eh, ik zit bij een concert en we gaan wat drinken halen. Het is dus niet dat ik zanger zeg: hey, 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 stop de muziek. Waar ga je naartoe, man? Ik ben aan het zingen. Kijk, bij comedians, zodra er iemand wegloopt, ja, ik zie dat. Ja. Gaat iemand weg, ik zeg: waar, waar ga je naartoe? Dan is het. Ik ja. moet en dat erop reageren. dan kan op inspelen ook. Dan kan je op inspelen. Ja. Maar je moet wel die aandacht hebben. Ja. En als die aandacht weg is en mensen beginnen te praten, ja. Ja, dan ben je het kwijt. Ja. Ja. Freaking dope. Ja, maar ja. ik denk dat we gewoon binnenkort weer een uh, nieuwe sessie erbij moeten doen. Nee, ik bedoel, je bent welkom. Genoeg over te praten, man. Altijd Tof. gezellig. Dat is sowieso een Real Talk Is dat, zijn. Zijn we er al doorheen? Ja, bro. Sorry, uh, yes. ja, bro. <laughs> ik was board, alleen board. aan het woord. Ik heb z je helemaal niet gehoord, man. Is, uh, ja. Maar dat is het, jij. Ja. Zeg maar, Real Talk is, zeg maar... Daarom zeg ik van... Ja. De reden waarom mensen zeg maar, op Real Talk moeten abonneren... is omdat het, zeg maar... Het is een, het is een, een ding wat ik heb bedacht... waarbij mensen zoals jij... Uh, in, in alle lagen van, van het vak... hun verhaal kunnen vertellen, ja. weet je? Ik had ook Rico Vhoeven, die vertelde zijn verhaal. Ik had uh, Jan Dino, die vertelde... Weer zijn ja. verhaal waar hij weer vandaan komt. Marco Bostato vertelt weer zijn ja. verhaal. Dus iedereen, weet je, Moela B. Dus, dus, dus ja. het, het, het is gewoon mensen educate en vertellen van waar jij vandaan komt om hopelijk andere mensen ook zeg maar te motiveren en te leren en het, yes. gewoon dat is dat is real talk It's gewoon echte gesprekken echte gesprekken dus jongens. ik vond het een eer om jou gesproken te hebben ik, ik was blij dat ik bij je was dus uh, en, ik uh, kunstbende nog dus, kunstbende broer ja man legendary man ja dat was toch weer een podcast een real talk podcast met de one and only legendary Najib Amali Blijf beseffen, want er komen nog veel meer afleveringen aan. En als jij denkt, oh, dit vind ik tof, dit wil ik delen, abonneer, deel het. Uh, het is een podcast gemaakt voor jullie om te inspireren. Ik heb iedereen geïnterviewd die gaat door internationaal, de beste in Nederland. En deze man gaat ook in het buitenland engelstalige dingen doen. Je hoort het. Leef je grootste droom. Dat is mijn motto. Als het denkbaar is, is het mogelijk. Najib Amari, the legend in real talk. Keep it hard, keep it banging.